ÖB-Radio bei der Arbeit. Samstag ist dann das erste Deutschlandspiel. Ich bin dieses Capital Management, Société Anonyme, hä? Société Anonyme. Unbedingt Karriere zu machen, dort rauszukommen, in die große, weite Welt zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Georganiseerde witte borden misdaad. Mm-hmm. Als Cum-Ex ein heiliger Graal war, aus dem Geld floss ohne Ende. Geen portier. Hier heb je een serie belletjes. Tijdens de bankencrisis, zelfs in die tijd. Zelfs in die tijd. Dat is ging dit door. Het cynisme ten top. Dames en heren, hartelijk welkom bij het gepeperd gesprek van Follow the Money over de grootste fraude van Europa, de Cum-Ex-files. Mag ik uw applaus voor journalist en podcasthost, uw gesprekslijster van vanavond, de stem van FTM, Frederik de Jong. Goedenavond, van harte welkom. Een enorme ronkende opening. En toen dacht ik opeens, er zullen wel mensen zijn die denken, podcast host, ik heb even iets gemist. Wie heeft de podcast van Follow the Money nog nooit gehoord? Nou, dan kan ik jullie die van harte aanraden. Maar daarom werd hier dus gesproken over mij als podcast host, onder andere. Ook van harte welkom aan de mensen die op een andere plek kijken. Dit wordt gelivestreamd. We hebben het vanavond over de Cum-Ex-files, zoals u weet. En het gesprek wordt opgedeeld in 3 delen. Eerst hebben we het over het allerlaatste nieuws daarover, dat Follow the Money vanochtend naar buiten heeft gebracht. De rol van ABN AMRO. Er wordt hier al driftig geknikt. Vervolgens hebben we het over het dossier in het algemeen eigenlijk. Hoe gaat dit nou? Hoe werken die Europese journalisten samen? Het gaat om 19 verschillende media. En de mannen van, dit keer zijn het mannen van Follow the Money, kunnen daar smeuïg over vertellen hoe dat gaat. Dus dat is deel 2. En in deel 3 hebben we het over de ethiek. In het draaiboek werd dat omschreven als, hoe is dit in godsnaam mogelijk? En dat bespreken we ook met de 3 heren die ik zo aankondig. Maar ook met 2 gasten die hier vooraan zitten. Johan Graafland, hij is hoogleraar economie en ethiek in Tilburg. En Arnold Merkies, hij is van Tax Justice Network. En zij pleiten voor een eerlijker belastingssysteem. Ga ik straks eens aan hem vragen wat hij hiervan vindt. En hij is ook oud Tweede Kamerlid voor de SP, financieel woordvoerder. Dus zij geven hun blik op het geheel in het derde gedeelte. U mag ook vragen stellen. Na ieder deel kom ik even de zaal in om wat vragen van u te beluisteren. Dus probeer u ook zoveel mogelijk aan het onderwerp van dat moment te houden. Dan zijn we toegekomen aan de 3 heren die heel veel weten van deze Cum-Ex-files. Dat zijn Siem Eikelenboom. Kom naar voren, Siem. Arno Wellens. En Erik Smit. Jullie mogen gezellig met z'n drieën op de bank. Pak nog even die microfoon, Erik. Dan hebben jullie ieder een microfoon. Oh, mag ik bij jou dichtbij zien? Jij mag dicht bij mij. En ik ga zo even wat water voor jullie inschenken, maar we dachten, laten we in ieder geval even helemaal beginnen bij het begin. U weet er waarschijnlijk al een hoop van, omdat u Follow the Money volgt. Maar laten we even nog kijken naar wat dat dividendstrippen ook alweer is. Met een internationaal team van journalisten hebben we een enorme fraude kunnen blootleggen. Misschien wel de grootste fraude uit de Europese geschiedenis. Dividendstrippen, Cum-Ex-fraude, nou, dat klinkt hartstikke ingewikkeld. Maar ik ga het vandaag illustreren aan de hand van een doodeenvoudig voorbeeld eigenlijk. Alledaagse praktijk op de redactie van Follow the Money. Ik was net in het Amstel Hotel. Ik heb 50 euro moeten uitgeven aan champagne en bitterballen. Ik wil een gesprek met een bron iets soepeler laten verlopen. Dat zijn zakelijke kosten die ik heb voorgeschoten voor mijn werkgever. Dus die mag ik even terugvragen. Wat ga ik nu doen? Dag Jan-Willem. Ik heb wat zakelijke kosten gemaakt. Kan ik even vangen? Dankjewel. Hi. Hey. Ik heb hier een bonnetje. Ja. Kun je gewoon geld terugvragen? Hebben? Echt? Ja.
Ja, goed. Doeg. Mag ik 50 euro? Nou, iedereen begrijpt natuurlijk dat je een bonnetje maar één keer kunt terugvragen. Dus als dezelfde kosten vaker dan één keer worden gedeclareerd, dan is er natuurlijk sprake van boze opzet. En doet u hetzelfde, niet met uw werkgever, maar met Europese belastingdiensten, via het teruggaveformulier voor dividendbelasting, en dan niet voor 50 euro, maar letterlijk met miljarden tegelijk, dan heeft u een idee van de fraude die we net hebben geïllustreerd. Welkom in de wonderenwereld van het dividendstrippen. Arno, nu je toch zo goed aan het uitleggen bent, we hebben het vanavond over Cum-Ex, maar er is ook nog zoiets als Cum-Cum. Ja, wat we eigenlijk net hebben geïllustreerd, dat zou in eerste instantie dat zijn. Dus dat je één keer gebruik maakt van het bonnetje dat eigenlijk niet voor jou bedoeld is. Ik moet even zeggen, ik heb er lang op geoefend. Als je dit in het Duits doet, dan is het dus niet een bonnetje bij het Amstel Hotel, maar een formulier. Ik heb ook het echte Duitse formulier bij me, waarbij je dus inderdaad naar bijvoorbeeld de Duitse fiscus gaat, dat inlevert, je vraagt je dividendbelasting terug die je nooit hebt betaald. En zo'n formulier heet een Erstattungsabtrag. Dan ben ik het mis. Ja, ik heb zo goed geoefend. Nee. Abzugsteuern Erstattungsauftrag. Dus je vraagt de belasting die je normaal gesproken zou hebben moeten betalen, betaal je terug. Of vraag je terug, maar je hebt hem nooit betaald. En Cum-Ex, dan ga je het wat extremer doen. Wacht even, wat je net uitlegde is dus Cum-Cum. Cum-Cum. Ja, okay. Daarvan zou je ook kunnen zeggen dat is eigenlijk legaal. Want je verplaatst eigenlijk op een heel handig moment de locatie van dat aandeel. Wel met echt één enkel doel. En als je zegt Cum-Ex, dan word je wat creatiever. Dan ga je bijvoorbeeld aandelen uitlenen die je zelf niet eens hebt. Dat is mogelijk met aandelen. Je kunt er allemaal dingen mee doen. Je kunt heel veel geld lenen om datzelfde trucje heel vaak te doen. Enzovoort. En dan is het Cum-Ex. En dan ben je echt fout bezig. En dat formulier heb jij daar in handen? Dit kan jij daadwerkelijk opsturen aan de Duitse fiscus? Ja, dan moet je ook wel die aandelen hebben. Want wat blijkt eigenlijk uit dat onderzoek, dat is dat de belastingdiensten moeite hebben om te kijken of jij wel recht hebt op die teruggraaf. Dus wat zij doen is, zij kijken van, heeft Pietje op dag X dat aandeel in handen gehad? Zo ja, dan zal die op de dag van de dividendbetaling wel dividend hebben gehad. Daar is dividendbelasting over betaald. Nou, dan heeft hij recht op aftrek van voorbelasting. Maar de belastingdienst kan niet zien, kennelijk, ik vind het ook heel vreemd, maar men kan niet zien of dat aandeel op dezelfde dag niet 20 keer van eigenaar is gewisseld. Dus er zijn 20 mensen die zeggen, ja, ik had vandaag dat aandeel in handen. En ik ook. En dan sturen ze allemaal hetzelfde Abzugsteuern Erstattungsauftrag formulier in. Daar is die. Ja. En toen... En toen dit Erik naar buiten kwam, toen heb jij ook duidelijk dat onderscheid gemaakt. Want het is dus Europees, breed. Maar in Nederland was er dan geen sprake van Cum-Ex. Nee, zei jij in eerste instantie. Wij dachten lang dat wel zo was. Jullie zagen net al wat opnamen. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan. Van, ja, klopt dat nou wel dat er in Nederland... komt dat ook in Nederland bij Nederlandse Belastingdienst, die truc? We hebben toen met professor Jan van der Streek gesproken, hoogleraar hier in Amsterdam, belastingrecht. En die zei van nee, uiteindelijk, als je hier goed naar kijkt, is dat onmogelijk gemaakt. En dat hebben we toen nog beter gecontroleerd. En dat bleek te kloppen. Het is te ingewikkeld om die techniek hier te bespreken. Dus wat we in Nederland wel zien is cum-cum. Hè, dus dat er eigenlijk dividend gestript wordt. Waarbij er technieken gehanteerd worden om op een oneigenlijke wijze gebruik te maken van regelgeving, wettelijke regelgeving. Dat zou je dan ook frauduleus kunnen noemen. Omdat het eigenlijk tegen de geest van de wet ingaat. Het is wat je daar heb je een term voor, vrouws leeg. Is dat ook Duits? Of is dat? Nee, dat is Latijn. Cum ook. Ja, cum ook trouwens. Ja. Laten we dat even. By the way, ja, ik dacht altijd cum, maar nee, het is cum. Vrouwsleeg, dat betekent dus dat je eigenlijk een daad begaat die tegen de geest van de wet ingaat. En dat is in heel veel gevallen cum-cum. Het kan ook zijn dat dat niet zo is, overigens, om het nog ingewikkelder te maken. Ja, maar dat terrein gaan we niet betreden. Nee, want de kijkers thuis zijn nu al afgehaakt. Blijf er even bij, mensen. Wat is er vandaag naar buiten gebracht, Siem? Ik heb het gelezen, leestijd staat er altijd bij.
Meestal zit je 8, 10, 11, vandaag 17 minuten. Oké, dat werd in mijn geval een half uur. Maar vertel even, in het kort, Siem. We zullen de simpele versie doen. Dat zeg maar ABN AMRO in de tijd dat nog een staatsbank was... wel degelijk betrokken was bij deze omstreden handel. Dat is eigenlijk in een nutshell waar het verhaal over ging. En het komt er eigenlijk op neer dat er een onderdeel van ABN AMRO... en dat heette de Kierberggroep, dat zat in Luxemburg... tot ongeveer 2010 met deze handel bezig is geweest... En we proberen uit te leggen van wat ABN AMRO wist, welke onderdelen erbij betrokken waren. En heel kort gezegd komt op neer wat ik net al zei, dat ABN AMRO eigenlijk veel dichter bij deze handel betrokken was dan tot nu toe bekend is geworden. Nou, sterker nog, ze hebben jarenlang hier in de allerhoogste divisie denkbaar meegespeeld op Europees niveau. Als je dan moet denken aan zeg maar, een vergelijking in het voetbal, dan zou je Champions League moeten noemen. Zoals jullie waarschijnlijk weten is het huidige ABN AMRO een samensmelting van Fortis en een aantal delen van ABN AMRO. De delen die ooit door Fortis werden overgenomen in 2007 toen die bank uit elkaar getrokken werd. En toen diezelfde bank Fortis omviel in 2008, moest die gered worden. Toen heeft de Nederlandse overheid met veel... dat hebben we ook in een film kunnen zien overigens van een collega van ons. Hebben ze die bank naar Nederland voor 21,7 miljard hebben ze die gered. En daar zat een aanmerkelijk deel, natuurlijk Fortis Nederland in. En nou, daar zitten we het in. Een afdeling van Fortis speelde hier dus op het allerhoogste niveau mee. En die deden Cum-Ex. Die waren daar heel bedreven in. Hadden ze bij ABN niet door? Jawel, dat hadden ze wel door. Direct ook? Laten we zeggen, het nieuwe ABN, dat is natuurlijk een samensmelting van Fortis. En laten we zeggen, als dat de ABN is die jij bedoelt, dan is dat zo, ja. Maar in de markt weet men natuurlijk ook veel meer. Maar laten we zeggen, we gaan uit van die nieuwe ABN met Fortis erbij. Ja, dat wisten ze. Sterker nog... Je hebt er een compliance officer. Hè? Dat is iemand die toezicht houdt op hoe regelgeving binnen een bank wordt uitgevoerd. Hè? Die toetst continu eigenlijk van die businesspraktijken die we hier deugt dat, klopt dat. Zijn we compliant eigenlijk, hè? Zoals dat je in het Engels noemt, met wet en regelgeving en de normen en waarden daarvan. En die meneer, die hoofd compliance werd... En die de nationalisatie van onze ABN AMRO moest begeleiden, vorm moest helpen geven. Dat was iemand die in 2004, 2005 nog meeging naar klanten voor Fortis om deze producten aan de man te brengen. Dus je kunt zien dat deze man zijn radar, Nico Zwikker heet hij, we houden toch altijd een beetje van namen noemen. Dus laten we dat ook maar gewoon doen, dan weet de kijker thuis ook over wie het hebben. Nico Zwikker. En... Nico Zwikker, die werd gepromoveerd tot een hele belangrijke rol. Die moest de nationalisatie helpen vormgeven. Nou, dan heb je natuurlijk iemand die daar staat... die natuurlijk niet meteen gaat zeggen... ja, dat Cum-Ex, dat moeten we niet meer doen. Ja, dus daar zat het al mis. Waarom dachten ze dat ze daar niks aan moesten doen? Omdat het zoveel opleverde? Nou, kijk... Ik denk als je een bank bent en je bent omgevallen de facto... en je wordt op een zeker moment staatsbezit... en je wordt gered door die belastingbetaler... en je hebt er een afdeling tussen zitten... die heel veel geld verdient met het, laten we zeggen... tillen, CQ leegroven van schatkisten, van bevriende mogendheden... dan zou dat nog wel eens, laten we zeggen, een reputatierisico kunnen zijn. En misschien ook wel een financieel risico... als daar uiteindelijk claims tegenover komen te staan. Als dat ontdekt wordt. Dat laatste is natuurlijk het geval. Het is ontdekt. En in 2011 kwamen de Duitsers erachter... dat ze op monstrueuze wijze werden getild. En ja... En toen kwam een jaar later kwam daar de justitie in actie. En toen zag je ook al bij ABN AMRO al de eerste bewegingen plaatsvinden van misschien moeten we dit niet doen. Je had namelijk binnen ABN AMRO een desk, zo noem je dat. Nou, een klein afdelingetje binnen die bank. En die heette de Delta One Desk. En Delta One is dat betekent eigenlijk dat er nul risico is. Als je, zo moet je dat zien. Een delta, dat is dan in beleggingsterm, dat is dan waar je mee speelt.
Delta One betekent in feite risicoloos geld verdienen. De Delta One desk was natuurlijk een winstgevende afdeling. En die werd opgeheven en het grappige was dat daarbij aangegeven werd toen dat in 2012 gebeurde, dat de risico's te groot waren geworden voor de bank. De bank had inmiddels een ander risicoprofiel, namelijk die van gematigd, de staatsbank, brave dingen doen. En we gaan dat niet meer doen. Dus dat was natuurlijk een heel gek argument, want het was risicoloos geld verdienen. Maar dat is natuurlijk niet risicoloos. Want het is natuurlijk een gigantisch reputatierisico wat hier gelopen werd. En dat is natuurlijk interessant, omdat ons onderzoek heeft uitgewezen dat wij wisten dat de Nederlandse overheid, het ministerie van Financiën, een onderdeel van de FIOD, al vele jaren kennis had van deze vorm van fraude. Dat hebben jullie zien staan in documenten? Zwart op wit. Nee, dat hebben we gehoord. Gehoord? Ja, gehoord. En dat, van wie? Bleek te kloppen. Dat hebben wij gehoord van de advocaat van de klokkenluider die bij Fortis in 2005 deze fraude aanhangig heeft gemaakt. Dat was de eerste klokkenluider, voor zover wij weten, in de geschiedenis van Cum-Ex die dit heeft gedaan. Tot op heden bekend is dat de eerste klokkenluider geweest. Dat is een werknemer dus van Fortis geweest. Een Fransoos met de Roemeense achtergrond, Stefan Stanciu. En die is in 2005 naar, daar komt hij weer, de afdeling compliance gelopen. En heeft gevraagd van wat moet ik hiermee? En dit is heel slecht. Het gaat tegen alle principes van goed bankieren in. En de afdeling waarvoor ik werk, wij zijn professionele dieven in feite. Dit moet stoppen. Nou, je weet dat hoe dat gaat. Als je klokkenluider wordt, dan gaat je kop eraf. Dan gaat je kop eraf. En zo geschiedde bij deze Stefan Stanciu. Dus dit kwam al in het nieuws in 2005. Dat dit aan de hand was. En dat is even in het Financiële Dagblad gestaan. De Telegraaf. Deze man naar buiten was getreden. Dus dit is oud en niet open geweest. De FIOD wist ervan. En sterker nog, en wat hoorden wij dus? En dat is niet eens van zijn advocaat. Van zijn advocaat. Recentelijk hoorden wij dat hij in het jaar 2006, hij werd een half jaar nadat het naar buiten kwam in het media, is hij door de FIOD uitgenodigd om daar 2 dagen lang te komen vertellen over Cum-Ex. Hoe zit dat in elkaar? En daar heeft hij natuurlijk in alle details heeft hij verteld hoe deze afdeling van de bank, met name Zwitsers belastingbetalers en Duitse belastingbetalers vooral, lichter maakte. Daar uit die staatskassen enorme bedragen ontvreemden. En nou, deze man heeft dat verhaal verteld. Wij hoorden dat en we hebben dat bevestigd gekregen bij de FIOD dat inderdaad zo was. Dus, en toen wisten jullie, dan moet het ministerie van Financiën op de hoogte zijn geweest. Ja en nee. In principe zou je wel zeggen, want de FIOD is natuurlijk een onderdeel van de Belastingdienst. En de Belastingdienst is weer onderdeel van het ministerie van Financiën. Maar daar kwamen we vandaag ook weer achter. In hoeverre mag informatie die bij de FIOD rust doorgegeven worden aan verder het ministerie? En dat heeft een beetje te maken natuurlijk van oudsher. Men heeft geprobeerd om politieke beïnvloeding tegen te gaan. Het kan ook niet zo zijn dat de minister het zomaar tegen het Openbaar Ministerie zegt, je moet die zaak wel vervolgen en die zaak niet. Datzelfde principe speelt eigenlijk bij de FIOD. Dus er staat eigenlijk een enorme muur tussen de FIOD en de rest van het ministerie. Dus de vraag is nu, op welk moment en heeft de FIOD informatie gedeeld met de rest van het ministerie? Omgekeerd kun je natuurlijk vragen, op het moment dat de staat in Nederland 100% aandeelhouder wordt van een bank, lijkt mij dat jij ook als bewindslieden wil weten, oké, we worden nu eigenlijk tegen wil en danken. Erik heeft al een beetje verteld, het was crisis. De banken moesten gered worden. Je neemt een bank over. Maar ik kan mij voorstellen dat je als bewindslieder zegt, ik wil alles weten, ik ben nu toch eigenaar, ik wil weten, wat heeft die bank in het verleden gedaan? Wat voor rotte appels zitten er nog die we niet zien? Nou, dat is iets dat weten we nog niet op dit moment, maar daar gaan we de komende tijd achteraan. Waren die bewindslieden überhaupt op de hoogte van dit fenomeen, denken jullie? Ze beweren van niet. Ze beweren van niet? Ze beweren van niet. Nou ja, er zijn ook bewindslieden die met name de bewindslieden die later voor dezelfde bank gingen werken, te weten, Gerrit Zalm en Joop Wijn, die daar geen antwoord op hebben gegeven. Joop Wijn, omdat hij aan een, volgens eigen zeggen aan een geheimhoudingsclausule is gebonden. En Gerrit Zalm zei, Joop Wijn ging erover. Ze zitten naar elkaar te verwijzen, hè, dan als je dat dit soort confrontaties... Maar je hebt hem gevraagd of hij in ieder geval had gehoord van Cum-Ex.
Ja, nou, Gerrit Salm wilde wel beamen dat hij daarvan gehoord had. Dat is ook niet zo gek, want hij heeft natuurlijk, was CEO van de bank. En in het jaar 2014 kwam hij erachter dat de Duitse justitie een inval wilde plegen bij zijn bank. Dus dan is het natuurlijk logisch dat de man geïnformeerd wordt. En bovendien, met de beursgang, hebben ze natuurlijk iets over het onderzoek van de Duitse justitie moeten zeggen. Dus er staat op, als u geïnteresseerd bent, op pagina 295 van het beursprospectus. Dat pakken we er nu 96, pakt u hem er gezellig bij. Er staat inderdaad een 503 woorden, ik heb ze geteld, over de fiscale gedoe wat Cum-Ex met zich meebrengt voor de bank in ontvloers taalgebruik. Fiscaal gedoe? Nou ja, daar staat natuurlijk niet heel precies iets in over het nogal gitzwarte verleden van deze bank. En dat hebben ze daarna gelaten om te vertellen. Natuurlijk, maar er staat zo van, dan is het maar genoemd. Het is genoemd. Daar zijn advocaten mee bezig. Er zijn, in dit geval was de advocaten die de beursgang begeleiden namens ABN AMRO van het firma De Brouw Blackstone Westbroek. Er zit ook iemand in de zaal die van het kantoor is. Overigens niet dezelfde advocaat. Welkom. Fijn dat u er bent. Zullen we even naar die beursgang kijken? Oh ja. En daarmee is ABN AMRO na 7 jaar weer terug op de beurs. Geen champagne dit keer of uitbundige taarten. Nee, de uitstraling moet vooral zijn degelijk. Een beetje saai zelfs. He, want we hebben ook wel banken gezien die toch aan het wankelen raken, omdat ze wat avontuurlijker zijn dan wij. Dus het heeft ook een voordeel om in een degelijke bank te investeren die een gematigd risicoprofiel heeft. Gematigd risicoprofiel. Want ze hadden dat hoge risico van die Cum-Ex de deur uitgedaan. Ja, nee. Ja, dat is de vraag. Van wanneer heb je dan door dat je echt met iets bezig bent dat niet helemaal lekker zit en dat ook een enorm afbreukrisico met zich meebrengt? Het leuke is dat Fortis, dus vlak na de dotcom-crisis ongeveer, dus dat onderdeel van Fortis dat dus later ook bij ABN AMRO komt, dat zij pochen met wat ze aan het doen zijn. Ze hebben information banking uitgevonden. Dus een brave Belgische bank, die weet niet zo goed hoe die moet meekomen met de Goldman Sachs'en en de Lehman Brothers-achtige banken van de wereld. Die doen in Amerika allemaal fantastische dingen met subprime hypotheken. Wat hebben wij in Europa? Nou, dan komt Fortis met, wij hebben information banking. En dat is een vorm van bankieren waarbij je in 1 kwartaal ontzettend veel winst maakt. En dan zie je ook in die jaarrekening en in die kwartaalberichten dat de directie van de bank eigenlijk niet helemaal begrijpt wat daar gebeurt. En dat gaat een paar jaren door. Hoe zie je dat dan? Sorry, hoe? Hoe zie je dat ze niet helemaal begrijpen wat daar gebeurt? Nou, het is heel verdacht. Dus als je een vorm van handel hebt, van trading, waarbij al jouw winst in 1 seizoen valt, namelijk het seizoen waarin al die banken of al die bedrijven hun dividend uitkeren. Dus dat is een clubje mensen, ze noemen het ook het dividendseizoen. Ze weten dat op het moment dat dividend wordt uitgekeerd, dan moet je je slag slaan. Dan moet je aandelen gaan lenen van anderen. Dan moet je ze kopen. Dan moet je trucjes uithalen. Maar dat kun je maar in 1 seizoen doen. En de rest van het jaar doet dat onderdeel niet zoveel. En dat ziet er achteraf ontzettend verdacht uit. En op het moment dat die Stefan Stansjoe zegt, nou, we zijn dit aan het doen, maar dat is eigenlijk hartstikke fout, dan worden de cijfers van dat information banking, waar dit dus allemaal onder valt, die worden een beetje weggemoffeld. Die worden ondergesneeuwd onder een andere afdeling. En dan kun je die rare schommelingen niet meer zien. Maar je kunt echt aan de winstcijfers zien dat impact heeft. En het vervelende is dat mensen bij ABN AMRO hebben ontdekt dat dit kan. We hebben dus een heel strafdossier kunnen inzien waarbij we alle e-mails, al het contact, alles waarvan die mensen niet willen dat wij het hebben, dat hebben wij. Daar zie je dat zij onderling daarover praten van, hoe kunnen we hier nou nog meer geld aan verdienen? En op een gegeven moment gaan ze andere banken bellen van, joh, weet je wat jij moet doen? Je moet ons product afnemen. Dan zorgen wij ervoor dat je op 1 dag moet je of echt 3 miljard euro lenen bij een of andere bank. Dan doen we een leuk trucje en daarna krijg je je geld terug, maak je gigantische winst. Dus die mensen bij dit clubje, die beginnen andere instellingen te bellen en te benaderen. Van joh, weet je wat jij moet doen? Je moet het ook nog eens met geleend geld gaan doen. En dat is doorgegaan tot heel laat eigenlijk. We hebben uit diezelfde documenten kunnen zien dat andere partijen die hier nu voor worden aangesproken, zoals het Australische Macquarie, die sturen in hun interne mailverkeer, zeggen ze van, we moeten wel scherp gaan prijzen als we nog willen meedoen met Cum-Ex. Want ABN AMRO zit ook in die markt. En die krijgen meestal al die deals.
Dat is hoe er over ABN AMRO wordt gesproken. En een aantal van die clubs die nog onder ABN AMRO vallen, die worden pas in 2016 door ABN AMRO echt geloosd. Ja, dus dat, en dat is dat en dus bedrijf... na de beursgang. Dus dan, ja. Ja, en dat is dat bedrijf. Wat is de reactie van ABN AMRO op jullie bevindingen? Dat was een zeer uitvoerig persbericht op een website, waar ik niet veel kon ontdekken waar wij nou fout zaten, eerlijk gezegd. Maar ik heb nog nooit zo lang persbericht gezien. Kijk, Rano, jij ziet ook heel veel persberichten van de bank. Ja, maar... nee, dat was dat is ook zo. Maar er wordt dus niet op die details, op die materie ingegaan. We weten ook al, als je dat zou doen, dan is het altijd van privacy. Het zijn individuele casus enzovoort. Maar de stukken die er zijn, van jaarrekeningen tot intern mailverkeer, sorry lieve bankiers. Maar ook rechtszaken waarbij ABN AMRO afstand probeert te nemen via de rechter bij hun eigen dochterondernemingen. Omdat ze zelf zeggen dat die dochterondernemingen dingen doen waar ze als bank niet mee geassocieerd willen worden. Dus hun eigen voormalige dochterondernemingen. Met hun eigen voormalige personeel. Ja, dat geeft gewoon aan dat ze compleet doorhebben dat wat daar gebeurt niet lekker is. En dat speelt allemaal rondom die beursgang ook. Maar dus dat is interessant. Ik zal dat even een beetje nader duiden. Wat Siem in het begin zei, dus over, dat gaat over een club van bedrijven, een groep bedrijven, die heet de Kierkeberg Groep. Daar zitten zeg maar twee handen vol aan vennootschapjes bij. Die zitten overigens ook in Malta, dus in Luxemburg. Zullen we daar even naar kijken dan? Want die hebben we ook, hè, de voordeur. Ja, nee, we komen heel even wachten. Zal ik even uitleggen wat hier aan de hand is? Nou, die club, deze hele club van bedrijven, die valt eigenlijk, dat valt traditioneel, was dat onderdeel maakt dat uit van het Fortis Gesela. Dat is dat kleine roofelement binnen de bank. Die zijn in lente van 2010 hebben ze besloten van misschien mogen die lui een management buy-out doen. Dan zijn we er vanaf, plaatsen we het buiten de bank. Maar die handel die is altijd doorgegaan. En ABN AMRO deed er ook bijna, wat wij nu weten, exclusief zaken mee. Dat is de ABN AMRO Clearing Bank. En dat is doorgegaan tot met februari 2016. Dus dat is ook nog een aantal maanden na de beursgang. En dat bankje, die zijn fully involved in dat Cum-Ex, ook in het dossier van de Duitse officier. En het grap was is dat wij zagen in dat dossier, is dat de officier van justitie in januari 2016 brieven begon te sturen aan ABN AMRO. Wij willen inlichting hebben over de Kierkeberg Groep. En dat twee weken later ABN AMRO naar de Kierkeberg Groep zegt van wat jullie doen, dat is niet goed. Jullie zijn stout bezig. Jullie doen zaken die het daglicht niet kunnen velen. En we willen geen zaken meer met jullie doen. En dat is toen ook afgebroken. En het grap was, en dat is dus allemaal openbaar. Die Kierkeberg Groep dacht van, ja, wacht eens even. We hebben 6 jaar met jullie op deze manier zaken gedaan. En nu gooien jullie ons aan de kant. Dat maakt dat wij misschien wel failliet gaan. En die hebben een kort geding begonnen. Nou, dat is natuurlijk leuk. En daarin hebben we natuurlijk heel veel feiten kunnen halen over dit bedrijf. En dan gaan we nu even, we zijn er ook naartoe geweest in Luxemburg. Nou, daar gaat dit volgende moment fragment over. Hier heb je een serie belletjes waar je kantoortjes hebt. Hier voor de cafetaria, dat moet helemaal bovenin zijn. Het eerste verdieping is een cafetaria. Kijk, je hebt hier. Oh ja. Dan zit het hier gewoon boven. Bonjour. Hello. I am interested to meet the people here upstairs in the office. The Kierkeberg Group. Kierkeberg Investments. Oui, mais je crois qu'il y a personne en haut. I'm not sure. They're outside. You can. If you see, it's the third floor. It's the third floor. It's okay. Kom maar in. Hier is niemand. Ja, dat is natuurlijk heel grappig. Kijk, wij vinden dus die plek. Dus daar heb je inderdaad een serie belletjes. En ja, die lui die zijn er gewoon niet. Dus, en het zit naast de modezaak. Dus we lopen die modezaak binnen. Ja, god.
Ja, nooit geprobeerd. Het is altijd mis. Dus, en die dames, dat is het leuke van een Luxemburg. Daar zijn ze nog niet gewend om met onderzoeksjournalisten om te gaan. Die vinden het hartstikke over het leuk. Dus die zeggen, nou, komt u maar binnen. Dus, hier is de achterdeur. En, u kunt dat trappenhuis nemen, dan komt u er wel. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat is weer wat anders dan dat je naar buiten gesmeten wordt. Ja. Maar dat, en daar zie je dus die brievenbus, daar zitten die lui. En wij hebben, dus nou, ook daar zitten ze dus niet eigenlijk. Ja, nee, ze zitten er wel degelijk. Ja, nee, er wordt wel vanuit die plek wordt daar zaken gedaan. Nou is de vraag inderdaad waar ze hun terminals hebben staan en waar ze daadwerkelijk transacties uitvoeren. Loopt die dat kort geding nog richting ABN? Of ze, want ze zijn kennelijk nog niet failliet, maar ABN doet geen zaken meer met ze. Nee, de inzet van het geding was dat Kierkegaard zei van jullie gooien ons zo aan de kant. Ja. En ze hadden een afspraak gemaakt van joh, wij willen tot het einde van juni van dat jaar 2016 willen we normaal zaken kunnen blijven doen. Dividend blijven strippen, met andere woorden. En ABN AMRO zei, nee, dat willen we niet. Want dat is een maatschappelijk ondeugdelijke kwestie. Dat willen we niks mee te maken hebben. Opeens vond men dat bij de bank. Dan hadden daarvoor natuurlijk jaren zaken mee gedaan. Sterker nog, dat bedrijf was een eigen uitvinding. Er waren 100% dochters nog tot en met april 2010. Maar goed, opeens, dat zou iets te maken kunnen hebben met de briefwisseling met het Openbaar Ministerie in Duitsland, Keulen om precies te zijn. Kon dat niet meer. Dus deze mensen die zagen zich genoodzaakt omdat hun, zoals ze dat netjes zeggen, de continuïteit van bedrijfsactiviteiten in gevaar kwamen. En kort geding, dat hebben ze verloren, Kierkegaard. Dus, want het is natuurlijk terecht dat een fatsoenlijke staatsbank op de mores past. En dat is natuurlijk ook zo, alleen wel wat laat. Ja, precies. Als je het positief bekijkt, dan kun je spreken van voortschrijdend inzicht met enige hulp. Misschien een kort handig ding voor de mensen thuis en voor de zaal. Stel dat je zegt van, ik vind het allemaal fantastisch. Ik wil ook aan dividendstrippen gaan doen. Nou, het valt nu een beetje op. Maar er zijn dus twee verschillende dingen waar je rekening mee moet houden. Hè? Dus, of hoe je het kan doen. Aan de ene kant kun je zeggen, ik ga bij een bank werken. Bij dat onderdeel van Fortis bijvoorbeeld. En dan ga ik dat met de kennis en de macht en de systemen van die bank, ga ik dat vanuit die bank doen. En daarvan heeft inderdaad ABN AMRO op een bepaald moment gezegd, nou, dat gaan we niet meer doen. Maar wat dus nog doorging tot 2016, is dat men die partijen die dat deden ging ondersteunen. Dus als jij een groepje mensen had gevonden en je wilde met een collectiefje gaan dividend strippen, dan zei ABN AMRO, oh, dan heb je een hele snelle computer nodig. Dan moet je toegang hebben tot een professioneel handelssysteem, waardoor je heel snel aandelenorders heen en weer kan sturen. Je moet ook derivaten afsluiten, hè, dus contracten waarbij de aandelen die je leent, die moeten ook heel snel weer worden teruggegeven. Dus ABN AMRO, en je kunt ook geld lenen bij ABN AMRO, miljarden letterlijk, om dit soort dingen te doen. Dus daar ging men nog heel lang mee door. Dus je moet het zo zien, ABN AMRO heeft in 2011 gezegd van, we doen de wietplantage de deur uit, maar we verkopen nog wel kunstmest, lampen enzovoort aan onze buren. En daar zijn ze in 2016 mee gestopt. Zo moet je zien. Oké, dankjewel. Dit was het eerste deel van het gesprek. Heeft u vragen over deze kwestie ABN AMRO? Of dividendstrip in het algemeen? Ja? Nou, allereerst wil ik jullie eigenlijk bedanken dat jullie dit naar buiten hebben gebracht. Dus applaus ervoor. Ik ben heel blij. Heel graag gedaan, kan ik ben vertellen. Heel blij dat jullie dit doen. Omdat ik zelf al heel veel kennis erover heb. Over hoe het financiële systeem zo corrupt is als. Het is echt corrupt. Van rot. En daar heb ik kennis over. Maar ja, hoe gaat het nu verder? Hoe gaat het onderzoek nu verder? Dat is een hele goede vraag. Maar die vraag bespreken we ietsje later, want we zitten nu nog even bij terug. ABN. Het is alleen maar goed hoor, als jullie geen vragen hebben over ABN, dan kunnen we er. We hebben het filmpje gezien van verschillende werknemers die een hokje inkomen en dan krijgen ze iedere 50 euro uitbetaald met een bonnetje. Dan nemen ze het bonnetje weer mee. Ik heb ook wel eens dividend teruggevraagd bij de Belastingdienst. Maar dan moet ik mijn dividendnota inleveren en die krijg ik terug met een stempel van de Belastingdienst betaald. Gebeurt hier dus niet. Dit was vooral de Duitse overheid. Dus je kan het één keer doen. Dus dat je het aandeel verplaatst op een plek waardoor je die dividendbelasting kunt terugvragen waar dat anders niet mogelijk was geweest. Dus de intentie van het verplaatsen van dat aandeel,
Ja, maar dus dat verplaatsen van aandeel is iets anders. Nee, ik ga u graag beantwoorden, ik begrijp het. Maar als je het herhaaldelijk wil doen, dan moet je echt in Duitsland zijn. Of tenminste, dat klinkt alsof ik mensen nu oproep om nu Duitsland een beetje te pakken. Maar dat principe, zoals we dat daar noemen, of illustreren, dat gebeurt met het formulier van de... Dus het voorbeeld van meneer is een goed voorbeeld van het feit dat het in Nederland dus niet kan. Nee, maar dat klopt. Wat meneer legt de vinger op de pijnlijke... Het klopt. Het filmpje is in feite loopt daarop mank. Als je het heel precies bekijkt. Maar het is namelijk zo dat je inderdaad... Maar dat heeft allemaal te maken met de samenwerking. En vandaar dat de Duitse officier van justitie dit ook samenspanning noemt. En dit ook een witte borden, criminele witte bordenorganisatie. Je moet het via verschillende plekken samenwerken. En er zijn uiteindelijk bijvoorbeeld clearingbanken die uiteindelijk jou dat stempeltje bezorgen op het formulier, waardoor je dat inderdaad kan inleveren bij de Belastingdienst. Ja, maar het is toch vooral de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om bewijs... dat klopt, maar omdat het, op het moment dat het stempeltje er staat en de goedkeuring is verleend, dan is het vrij ingewikkeld om na te gaan of degene die dat aandeel op dat moment in bezit had, wel echt de eigenaar was. En daar zit de crux. Ja, maar is het verschil dan het formuliertje, wat iets anders is dan het bonnetje? En want als je het formuliertje hebt, dan... Oké, dat is zeker voor een belastingdienst is dat sterk bewijs. Maar als je onderhand het bonnetje dat aan het formuliertje ten grondslag ligt doorverkoopt, dan stelt het formuliertje niks voor. Nee, maar dat zou dus wel kunnen. En met name in Duitsland is dat gebeurd. En er was een ambtenaar bij de Steuernafdeling, de BaFin. En die zag van, ik ben nu 8 keer hetzelfde bedrag aan die betaalde dividendbelasting aan het terugvragen. Zij zag gewoon, het viel haar op dat ze een aantal keer hetzelfde bedrag aan het teruggeven was. Dat was niet bij de BaFin trouwens. Nee, dat was in Bonn, bij de Rijksbelastingdienst in Bonn. Ja. Okay. Niet vertalen. Maar de... Maar u heeft daar wel groot gelijk in. En op die manier zou je het ook kunnen Het is een simplificatie. Dus in werkelijkheid is het natuurlijk complexer. Maar in feite wordt het, degene die het stempeltje geeft, dat zijn het waar in Duitsland de banken die daar bij betrokken waren. Vandaar dat de Cum-Ex-fraude tot en met 2012... Je hebt een paar perioden gehad dat ze die wetten proberen hebben dicht te tikken voor deze vorm van fraude. Maar tot en met 2007 kon het makkelijk met landesbanken bijvoorbeeld. Die konden dat stempeltje gewoon makkelijk geven. En Fortis werkte ook heel vaak met landesbanken samen. WestLB was zo'n bank. En daarmee was het ongelooflijk makkelijk om die belastingdienst te tillen. Want daar had je gewoon een stempelmachine eigenlijk daar zitten. Huppakee, tik maar af. En dat werd in 2007 lastiger. Toen moesten ze het via pensioenfondsen doen. In 2012 hebben ze het helemaal dichtgetikt in de Duitsers. Dus dat Cum-Ex is in feite nu daar niet meer mogelijk. Er zit nog wat cynisch in aan dit hele verhaal. Want je kan zeggen dat de Duitse Belastingdienst, die is eigenlijk vrij laat geweest met het nemen van goede maatregelen om die Cum-Ex-handel tegen te gaan. Maar het vreemde is ook, in 2007 waren er al heel duidelijke signalen dat Cum-Ex, dit soort Cum-Ex-transacties op grote schaal plaatsvonden. Toen is de wet ook veranderd. Maar, en dat is heel cynisch, die wet is geschreven door de Duitse Vereniging van Banken. En die wet is bijna 1-op-1 overgenomen door het parlement. Dus wie wist waar precies de mazen in die nieuwe wet zaten? Ah, ja. Hier is ook een vraag. Als ik het goed begrijp, dan is dat koemkoem. Zou ik bijvoorbeeld met mijn broer kunnen doen dat we allebei hetzelfde aandeel hebben en op die dag, als het ware die dividend hadden gekregen. Maar als je dit samensweringsspel opzet, dan lijkt het me dat het niet meer per se iets is van individuen die een beetje tillen, maar van grote financiële instellingen. En kunnen jullie daar iets over zeggen? Waar zijn de winsten van deze samenzwering, deze fraude, precies neergeslagen? Ja, wat wij kunnen zien, dus even om dat rare voorbeeld maar van die wietplantage te doen. We gaan dus niet meer zelf in wiet handelen, want dat vinden we eng. Maar we gaan wel anderen faciliteren die daarmee bezig zijn. Dan zijn er daadwerkelijk banken, financiële instellingen. Ik weet niet of we nu namen moeten noemen, maar we zien wel dat ABN AMRO een bekende partij is in die wereld die jou de lening verstrekt. Zorgt dat je de derivaatjes heen en weer... We hebben vandaag al een paar namen genoemd, dacht ik zo. Ja, ABN AMRO was al genoemd. Hè? Ja, verdorie, daar zijn ze. Maar daar verdienen die mensen dus nog geld aan. Dus banken zijn vrij lang doorgegaan met het geld verdienen van het faciliteren van dit soort deals. En dan hadden ze dus, en dat wordt ook door justitie aangerekend. Ja, dus er komt iemand bij jou en die zegt van ik wil graag
3 miljard euro lenen. En ik ga dat een dag later teruggeven. Als het dividend is uitgekeerd. En als onderpand, oh ja, en als onderpand bij die lening heb ik een partij aandelen van, noem een bedrijf, Porsche bijvoorbeeld. En die aandelen, ik doe dat precies op de dag dat Porsche dividend gaat uitkeren. Dan had iedereen bij die bank, die had al lang moeten zien van, ja, we hebben door wat jij gaat doen. Maar daar krijgen die banken dus geld voor. Die verdienen daar. Ja. Maar om jouw vraag te beantwoorden, die winst, het is een samenwerking. Hè? Het is samenspanning. Dus je hebt, laten we zeggen, 100 winst in totaal. En om nou even terug te gaan naar het Fortis-tijdperk. Fortis die pakte daar het merendeel, 60% van die winst, zeg maar, van de 100. Dus die hadden 60 mee. En die verdeelden dat natuurlijk ook met dat WestLB, zo'n landesbank. Die kreeg dan 20. En natuurlijk de eigenaar van die aandelen, of degene die hem uitleent, kreeg een partijtje mee. Dus dat is net als een criminele organisatie. Je verdeelt die hap. Maar banken hebben hier heel veel geld aan verdiend. Gewoon banken. Dus, en dat zijn er honderden geweest. Dus dat staat gewoon op de balansen? Het gaat in eerste instantie naar de P&L, zoals je het noemt. De profit en loss. En dan de winst- en verliesrekening. Ja, precies. En dus inderdaad, het Fortis GSLA was jarenlang de meest winstgevende afdeling van heel Fortis. We gaan naar het volgende nog een kleine onderdeel. Klok, nog een kleine aanmerking? Sorry. Nee. Nee, want het gaat nog even over dat cum-cum. Het is dus... Cum-cum moet ik zeggen. Ja. Latijn en Duits. Ja. Het is namelijk zo dat in feite... Er is iemand die het bonnetje eigenlijk niet het recht heeft... om het bonnetje te declareren. Dus dat is eigenlijk wat cum-cum is. En die denkt en er loopt iemand rond en die zegt... Hé, maar ik kan dat wel declareren, maar ik heb eigenlijk geen onkosten gemaakt. Zeg maar, als ik dat bonnetje nou van jou overneem voor een mooi bedragje, mag ik het dan declareren? Nou, dat is dan volgens de regelgeving kan dat, maar dat is nou precies waarom het niet deugt en eigenlijk frauduleus is, omdat het tegen de geest ingaat van het declareren. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Nu even het grote geheel. Hè. Jullie zijn hier al bijna een jaar mee bezig. Jullie zijn ook inmiddels bezig. Deze fragmenten die komen straks allemaal in een documentaire. Ja. Over deze kwestie. Dat is een primeur, hè? Ja, nou ja, inderdaad. We zijn, u heeft allemaal wat beelden kunnen zien. We zijn sinds eind vorig jaar eigenlijk met dit project bezig. En ik weet niet of ik heb het al eens een paar keer verteld, maar ik werd eigenlijk precies een jaar geleden werd ik gebeld door, gemaild door Joris Luijendijk. En die vroeg, ik heb misschien een leuk internationaal project. Is het wat voor jullie? Enzovoort. Nou, dat bleek over Cum-Ex te gaan. En daar had ik zelf al in 2006 een groot verhaal over geschreven. En ik dacht, oh wauw, te gek. Dat wil ik graag induiken. Internationaal, helemaal mooi. Dus in januari ben ik voor het eerst naar Berlijn gegaan. En daar zit die groep. Dat is Correctief. Het is eigenlijk een vergelijkbaar platform als Follow the Money, maar dan in Duitsland. En die hebben dat hele proces geleid van het begin af aan. En toen ging ik daar naartoe en toen dacht ik meteen van jongen, dit is geweldig. Laten we hier ook gewoon een camera meenemen. Laten we hier een film van maken. Gewoon, dat is natuurlijk het leuke van ondernemen ook gewoon. Gewoon doen. Hè? En dan hoef je niet naar je baas. Dat ben ik dan toevallig. Dus camera meegenomen. En we zijn aan het filmen geslagen. Dus we gaan nu. En we zijn natuurlijk nu echt wel professioneel aan het optuigen. Overigens, die meneer die erachter staat met het kale kop. Dat is de cameraman en de regisseur. Dat is David Stam heet hij. Onthoud die naam. En wij zijn inmiddels met z'n drieën natuurlijk een soort van kuifje aan het spelen. Naar Luxemburg, naar Berlijn. En er komen natuurlijk nog wat meer plekken waar wij achter de boefjes aan. Tot voor kort zat jij nog bij het Financieel Dagblad. Klopt. Je bent met een transfer ben je naar Follow the Money gegaan. Ging behoorlijk wat geld mee gemoed. Ja, dat wil ik. Maar ben jij gelokt met dit dossier? Ja, Erik vroeg mij om... ik wist van tevoren al, hij deed heel geheimzinnig. We hebben een Europees project. En toen ik er eenmaal zat, ik ben begonnen in juli. Al snel vroeg Erik mij, nam hij me in vertrouwen van wat er mee aan de hand was, dit dossier. En ik geloof dat wij eind juli of begin augustus toen naar Berlijn zijn geweest voor de... Volgens mij ben jij in juli al mee geweest. Ja, dat kan zo juli geweest zijn al meteen. Ja, ik ben altijd heel slecht in data. Dus in juli ben ik aangehaakt, een wachtwoord gekregen en kreeg ik toegang tot de stukken. Ja, de stukken, want jij hebt al getallen eerder genoemd. Het waren nou 180.000 documenten of zo. Ja. Hoe gaat zoiets dan? Want je komt er dus aan, jullie zijn met 37 journalisten. Ja.
Dat is op zich een behoorlijk aantal, maar hoe ga je dat aanpakken? Dat ga je heel spannend aanpakken. Je gaat voor computer zitten, je toetst daar je paswoord in en dan ga je documenten lezen. Ja, maar je spreekt wel even af, jij doet dat hoofdstuk en ik toch? Ja, wel. Ja, we hebben een verdeling gemaakt. En wat mocht Nederland doen dan? Nou ja, het Nederlandse deel. Maar kijk, Nee. Vertel nou even. Dat is natuurlijk het belangrijke van zo'n internationaal samenwerkingsproject. Omdat die fraude is op grote internationale schaal vindt die plaats. Je ziet hoe ongelooflijk makkelijk de internationale financiële wereld over grenzen heen gaat. En justitie passeert, rechtssystemen passeren links en rechtsom. En dat wij ook zien nu dat die rechtssystemen eigenlijk heel slecht met elkaar communiceren. Je ziet dat in Nederland niet eens minister van Financiën of het ministerie communiceert met een bank die ze net gekocht hebben. Van jongens, misschien zit er wel een fraudeafdeling binnen die bank. Dat is ernstig. Dus die communicatie. Dus zo'n internationale samenwerking is eminent belang om überhaupt zulke van fraude van deze omvang aan te kunnen tonen. Maar als je daar komt, dan hebben ze natuurlijk zo'n grote database met al die stukken erin. Dat is allemaal encrypted. Een aparte lijn wordt er opgetuigd met allemaal. Helemaal omgeven met veiligheidsmaatregelen. We gaan met encrypted mailen. Via een encrypted platform communiceren we ook. Chatten we met elkaar. Je moet een formulier ondertekenen. Je kan niks naar buiten brengen. Het is allemaal helemaal dichtgetikt qua veiligheid. En dan inderdaad, wat Siem zegt, dan duik je in die stukken. En dan is het natuurlijk zo dat Nederland het Nederlandse deel gaat doen. Want het is zoveel. En hoe dik was dat, het Nederlandse deel? Of is dat? Het wordt steeds dikker. Ja, het wordt steeds dik. Ja, je kan niet zeggen, want het is gewoon raar. Kijk, als je 180.000 documenten hebt, dan zie je een stapel. Maar 180.000 documenten digitaal. Ik vind dat heel moeilijk te zeggen hoeveel het is. Maar iedere keer, hoe meer wij gaan zoeken in die stukken, dan kom je ook Nederlandse rollen tegen. Het zijn niet alleen Nederlandse banken, maar je komt Nederlandse adviseurs. Erik vertelt al dat hij in 2006 met een verhaal bezig was met handelaren van Fortis. 3 van die handelaren die bij dat bedrijf toen werkzaam waren, die toen eigenlijk de hoogleraren waren de absolute top van die handel. Die komen we dus in 2011, 2012 weer tegen in Zwitserland. Bij een dochter van Rabobank waar ze bezig zijn. Dat is die Sarrazin. Maar volgens je komt ook Nederlandse stichtingen kom je tegen. Nederlandse coöperaties. Want dus Nederlandse stichtingen en Nederlandse coöperaties die zijn al lang ingepalmd door zeg maar, de belastingconstructies. Dus ook langs die manier zitten we te kijken. Ik ben op dit moment weer bezig met een Italiaanse collega. Doen we onderzoek naar Nederlandse stichtingen. Die zijn gebruikt om geld wat gestolen is met Cum-Ex-transacties weg te sluizen naar... Ja, we weten niet precies. Oh, die zijn gebruikt, dat hebben ze zelf niet door. Opgezet, ja, nee, natuurlijk ja, ja. Wel. Oh, zo, ja. Okay. Ja. Om die vraag van meneer daar nog even te beantwoorden. Dus dat is een van de stukken waar we natuurlijk nog in zetten. Nee, Amsterdamse Zuidas is gewoon ook weer een soort van Cum-Ex-paradijsje. Je ziet hier allemaal stichtingen en vennootschappen die gebruikt zijn om dat geld door te sluizen. En dat is natuurlijk ook logisch, want onze overheid heeft besloten om Nederland gewoon een heel aantrekkelijk vestigingsklimaat te gunnen. En daar hoor ik bij. En aantrekkelijk belastingklimaat. Ja. Kom maar hier. Heel even, want je noemt Sarrazin, daar hebben we ook een fragment van. Is dit een goed moment? Doe maar, altijd leuk. Ja. Ja. Wat doen we? Gaan we het gewoon vragen hier? Wat gaan aanbellen? Wat is het verhaal? Hup. De sluis. Kijk nou. Je moet hier opbellen. Oh. Reception. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. We would like to speak to Mr. Jules Moore, if he's present at the moment. Will you have an appointment with him? Sorry? Do you have an appointment with him? No, we don't have an appointment. We are journalists from the Netherlands and we would like to speak to him about Cum-Ex. Oh, just one moment, please. Just one moment, thank you. Ze was niet geschokt. Hè? Ik denk dat de security er is. Denk ik ook wel. Ja. Dit is natuurlijk heel lastig, want je komt dus tot nu toe althans alsmaar die deur niet door. Nou ja, kijk, het grap was, we hadden een uur daarvoor, nou het was...
twee uur daarvoor zaten we ook bij een ander filiaal aan de bel te trekken. En toen kwam er een geïnteresseerde Frans Soons, die overigens buitengewoon goed Nederlands bleek te spreken. Misschien was het een Belg. Ja, nee, het was echt een Fransman. En hij zei, ja, ik heb een jaar in Nederland gewoond. En hij sprak, nou, ik had dat nog nooit meegemaakt. Nou, maar goed, wat ik ook nog nooit mee had gemaakt, is dat een man zegt, ja, maar ik kan, oh, u wilt naar binnen. Oh, dat regel ik wel voor u. Dus die opende de deur voor ons netjes. Ja. Nou ja, dus ze zijn hartstikke... Bij ook een ander filiaal van Sarrazin. Nee, het was een van die postbusadressen. In dit geval was het van zo'n pensioenfonds. Want Sarrazin is een dochter geweest van Rabobank. Klopt, ja. Daar wilden ze ook vanaf. Was dat ook nadat justitie achter ze aan zat? Of nee, dat was de voorlog. Dit speelt zich allemaal af de periode 2007-2011. En waarom hebben zij die bank dan van de hand gedaan? Ja, Rabobank zegt officieel omdat de bank niet meer past in het portfolio van de bank, simpel gezegd. Maar het is leuk om te kijken, om terug te gaan. Dit Sarrazin, het is de hele nette, deftige Zwitserse bank. Die was echt voor de vermogende mensen opgericht, even uit mijn hoofd, in 1841. En dat was echt net in Nederland een beetje van Landschot. Een statige, deftige bank voor de rijke mensen. Rabobank heeft natuurlijk, nou ja, even ordinair gezegd, een hoop rijke boeren. En die moesten ook een bank hebben. Ik zeg nou eenmaal gechargeerd. Dus dat was de reden van Rabobank op eerst een plukje aandelen. Later namen ze geloof ik 46-47%, maar 69% van de stemrecht. In die periode dat dit allemaal speelde, zie je 2009, beginnen ze ook een beetje met dit soort dividendarbitrage. Dus dit soort producten. En dat wordt steeds groter. En in 2011, en dat is wel een heel saillant detail, op dat moment zit in de raad van bestuur, zitten echt topmensen als Sipko Schat bijvoorbeeld, de voormalige Rabo-topman. Dan zijn de documenten opgedoken. Bij Sarrazin zit hij in? Die zit in de raad van bestuur. Dus in de raad van bestuur van Sarrazin zitten op het hoogtepunt zitten steeds twee of drie topmensen van Rabobank. Dus met andere woorden, het is niet zomaar een dochter, het is echt bijna een volledige dochter van Rabobank. In 2011, daar komt echt een comité bijeen. Dat zijn de hoofden van de afdeling juridische zaken, compliance. Het hoofd van de afdeling die nieuwe producten moet gaan verzinnen. En dan zie je echt dat ze al begonnen zijn met die koem-koem-handel en die koem-ex-transacties. Dan zien ze ook dat daar verduveld veel geld mee te verdienen is. Maar ze schrijven ze ook, let op, naar de raad van bestuur. Het is een goede handel, we kunnen er heel veel geld mee verdienen. Maar let op, er zijn risico's. Want stel voor, de Belastingdienst die kan wel eens heel moeilijk doen. En als de pers erachter komt. Dus er wordt toch. Je ziet dat ze willens en wetens de risico's afwegen. Uiteindelijk worden al die voorstellen die worden gedaan, die worden toch doorgezet door de Raad van Bestuur. Ja, en dat is de goede vraag. Wat is Rabo? Dus Rabo zat niet in de Raad van Bestuur. Maar de Raad van Bestuur moet ook verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen. We hebben geen e-mails gevonden waaruit zonder meer blijkt dat Rabobank helemaal op de hoogte was. Maar het is natuurlijk bijna ondenkbaar dat de Rabobank niet op de hoogte was. En dan bel je de Rabobank op om opheldering te vragen. En dan? Krijg je heel weinig antwoorden. Ja. Want dan zeggen ze, ja, dit is een dochter van ons, zijn we lang vanaf. En we gaan niet geen enkele mededeling doen over bedrijven die niet van ons zijn. Het voordeel van Rabobank is ook dat die Sipko Schat, daar zijn natuurlijk nog wat emmers met pek aan gebonden als geit. En die is daarna de bank uitgegaan. Waarom was dat dan? Ja, is iets met een koorknaap dingetje toch in Londen. Die Libor-fraude. Libor-fraude. Dan ben je er in één keer vanaf. Dan, zo zou ik dat doen. Als je wat... Nou kijk, het woord is genoemd Libor-fraude. En dat is namelijk de aangename... Nou ja, nee, het is maar geen aangename. Maar wel de belangrijke overeenkomst tussen Cum-Ex en Libor... Is het institutionele karakter ervan. Dat het jarenlang over een hele industrie gebeurde. De meeste gevallen is dat op het moment dat een fraude aan het licht wordt gebracht, dan zie je de vastgoedfraude, dan zie je dat organisaties wijzen op één of een paar lui. De rogue trader. Dat zijn gekken. Wij zijn hartstikke, wij deugen, maar die twee gekken, die mogen wel de bak in. Maar dit is veel groter. Net zoals met de Libor-fraude, het gebeurde bij iedere bank. En dat maakt het ook zo'n interessant dossier. Omdat ook bestuurders, ook bij Fortis, op bestuursniveau, wisten dat deze praktijken gaande waren. En juist bij Cum-Ex is dat het geval geweest. En dat maakte dat het de dossier, wat in Duitsland natuurlijk met name hard wordt bestreden, natuurlijk door de Bundeskriminalamt, waar eigenlijk de Duitse officier van justitie met name, die in Noord-Rijn-Westfalen, dat wij verwachten dat het komende jaar, wat een heel spannend jaar gaat worden
bij die vervolging, dat daar wel degelijk bankiers eindelijk achter de tralies zullen verdwijnen. Ja. Applaus. Ik kom weer even naar u toe voor een vraag. Hier is een vraag. Jullie zijn natuurlijk journalisten, dus je wilt wat je vindt naar buiten brengen. Zijn er momenten dat jullie de koppen bij elkaar steken en zeggen van nou, dit kunnen we beter voor ons houden, want dit zouden we beter kunnen overdragen aan een advocaat als er een rechtszaak komt? Nee. Dat is geen seconde bij ons opgekomen. Wat we wel doen, dat je maakt de prioriteiten. Eerst maken we dit verhaal, dat verhaal. Er zijn nog andere verhalen in het dossier, die laten we nog even liggen. Maar nee, je om gaat die niet... reden? Nee, ja, het ene verhaal is wat ingewikkelder of dat duurt langer om zeg maar, de informatie boven tafel te krijgen. Maar het is niet zo dat we samenwerken met of een opsporingsinstantie of dat we nu informatie delen met... Dat begrijp ik, maar ik kan me voorstellen dat je... Kijk, aan de ene kant is het fantastisch als journalist om aan zo'n zaak te werken, om dat naar buiten te brengen. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment op het punt staat dat je denkt van als hier een rechtszaak van komt... Wij willen eigenlijk ook wel gewoon als burger dat die mensen achter de tralies verdwijnen of bestraft worden. Als we dit nu naar buiten brengen, dan zouden we wel eens voor kunnen geven aan de daders waar ze zich mee kunnen verdedigen. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat wij voer geven aan de daders? Ja. Ik denk dat meer waarop wij publiceren, dat we eerder voer geven voor het misschien het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst om iets eraan te doen. Ja. Nee, er is volgens mij geen argument denkbaar waarom... er zijn argumenten denkbaar waarom een journalist eigenlijk iets niet moet publiceren. En dat is in het geval als je, dat je een lopend onderzoek zou kunnen dwarsbomen. Dus dat als je belang hecht aan dat de schuldigen achter de tralies verdwijnen en een publicatie of het publiceren van documenten, dan kom ik zo op terug, zou dat kunnen verhinderen, dan zijn we terughoudend. Maar we gaan niet denken van tevoren van nou ja, deze publicatie kan misschien iemand in het voordeel verschaffen waarmee hij zichzelf uit de voeten kan maken. Ik noem maar wat. Wij denken juist dat openbaring ervan hen natuurlijk zal opjagen eerder en hen zal blootstellen. We onthullen immers iets over de praktijken. En dat is natuurlijk wel de intentie. En ik noemde het net al even, wij zijn inderdaad, we hadden natuurlijk ook graag hier wat van die documenten laten zien. Hè. We hebben het al even genoemd, 180.000 van die documenten. Ik kan u vertellen, er zitten echt priceless dingen tussen. Van, oh, wat mooi. En dat hadden we ook graag met jullie gedeeld. Kunnen wel die anekdote van die iPads, toch? Dat moet jij zo meteen zeker even vertellen. En dat is ook allemaal parafraseren. Dat mogen wij doen. We mogen officieel niet citeren en ook niks laten zien. Waarom is dat? Omdat in Duitsland de wetgever zegt van op het moment dat je dat doet, dan is het publicerende medium ook verantwoordelijk daarvoor. En die is dan ook schuldig. En die is een soort van obstructie van de wetgever. En dat zou onze partner in Duitsland... in Nederland zijn we daar niet aan gehouden, maar de Duitsers wel. En wij zijn dus daarom compliant, u hoorde het al eerder vanavond, met wat we die Duitsers doen. Dus zij zeggen van dit doen we niet, dan doen wij het ook niet. Ja. Het is gewoon een lopend strafrechtelijk onderzoek. Een Duitse wet verbiedt media om daaruit de documenten te citeren. Duidelijk, ja. Nu die anekdote, of wil je die spanning nog even vasthouden? Want ik heb hier ook een vraag. Of zeg je van nee? Doe maar eerst de vraag. Eerst dan de denk vraag. Ik even na of dat al slim is om te... Ja, ja oké. Ja, maar hij is wel leuk, hè? Ja. Hebben jullie als drie musketeers enig idee hoe je zou moeten verklaren? Dan ben ik echt nieuwsgierig naar dat als er een rechtshulpverzoek uit Noord-Rijn-Westfalen komt... hoe lang het dan duurt dat er in Den Haag slapende honden wakker worden en zeggen... hé, dit zou wel eens een collectief profijtelijk traject kunnen zijn... of de fiat in Den Haag. Jullie hebben het terecht gehad over reputatieschade bij de banken. Eerst ABN AMRO en Bill Arbor, de Rabobank. Maar er bestaat ook zoiets als reputatieschade bij opsporingsinstanties... die kansen laten liggen. Hoe zit dat in elkaar? Dat hebben wij ons, daar hebben we ons ook over verbaasd. En ook de volhardendheid waarmee ABN AMRO weigert om mee te werken. En ook gewoon excuses zoekt. Er is bijvoorbeeld een parlementaire enquête gehouden in Duitsland naar dit onderwerp. En toen heeft ABN AMRO een reeks vragen gekregen. En dan zeggen ze van ja, wij beantwoorden dat niet. Want het Duitse parlement heeft geen rechtsmacht in Nederland.
Het is niet alsof de Nederlandse rechter zegt van je moet aan dit en dat meewerken. Het is een net bezoek van een bevriende natie. Nou, dan flikker je gewoon weg. Dat is de eerste reactie van ABN AMRO. En ik vond dat wel schokkend om te zien. En wat met betrekking tot die reputatieschade, wat wil je zeggen? Nou, volgens mij bedoelt meneer iets anders. U zegt, volgens mij, als ik het goed heb begrepen, dat opsporingsinstanties eigenlijk, als het niet echt goed aan het licht brengen, waar hebben ze dan eigenlijk voor of zo? Hè? Hebben ze hun werk dan wel goed verricht? Nou, ook op een wat kinderachtiger niveau. De Duitsers zijn fanatiek en halen de buit binnen. En als ze het zelf niet verzinnen, zou zo'n vraag uit de Tweede Kamer kunnen komen. Waarom zijn jullie niet zo fanatiek, zo vlijtig om het kwaad op te sporen? Ja, mag ik een kleine... Ja, dat is een goede vraag. Roekeloze hypothese wagen. Hypothese? Dat mag, ja. Oké. Met name Erik heeft het gehad over de naam van Nederland als een gunstig vestigingsklimaat. Ook gunstig waar het om zijn fiscale arrangementen gaat, die een volstrekte vertrouwelijkheid, Chinese muur, ministerie van Financiën enzovoort, voort kunnen bestaan. Waarom? Ik kan me voorstellen dat de Fiat niet de vlijtigste leerling van het justitiële klasje wil zijn en zegt, nee, wij zijn in voor een fair deal. We hebben verstand van de sector enzovoort. Dus wij volgen het voorbeeld van Noord-Rijn-Westfalen, dat rechtshulpverzoek niet op eigen houtje. Wij gaan er ook niet op. Nee, onze indruk is het tegendeel. Ik denk dat er bij de opsporingsinstanties zeer kundige en gemotiveerde mensen rondlopen. En waar dit het betreffende voorbeeld, waar dit op afketst, het zijn niet de onderzoeks- of sporingsinstanties. Het zijn eigenlijk een officier van justitie die zegt van nou, er hoeft geen inval bij ABN AMRO plaats te vinden. We kunnen het ook wel doen met een schriftelijke overhandiging van het materiaal en dan later dit jaar. Omdat ze niet doorhebben hoe ernstig de kwestie is. Nou, je kunt je voorstellen dat er natuurlijk ook politiek iets speelt. Er is misschien een aanstaande beurs hang of zo, maar weet je, dat is allemaal suggestief. Maar er zijn natuurlijk andere criteria op de ernst en wat ook kan zijn. Het rechtshulpverzoek kan blijken dat het hele gedetailleerde informatie is, waardoor, ja, dat kan je ook schriftelijk aanvragen. Dat zijn allemaal overwegingen die een officier van justitie mee kan nemen. Het feit was dus dat er geen inval plaatsvond, maar dat lag niet aan de opsporingsinstanties. Die stonden klaar om met hun zwarte jasjes naar binnen te gaan. Oké, hier is een vraag. Ja, goedenavond. Jullie hebben het steeds over banken, fiscalisten, beleggingsadviseurs en nog een groep. Maar je hebt het nooit... Accountants hoort je er eigenlijk ook bij. Accountants. Je hebt het nooit over de bedrijven waarvan wie die aandelen zijn. Denken jullie dat die ook nog risico lopen? Nee. Nee, je hebt het ook niet door. Als jouw aandeel wordt gekocht door iemand, dan weet je dat niet. Ja, maar jij hebt geen flauw idee wat er gebeurt. Jij bent wel degene die je dividend uitkeert. En je weet hoeveel geld daarin omgaat. En je weet misschien ook al lang, want dat zijn natuurlijk allemaal dezelfde mensen die elkaar steeds weer tegenkomen. Je weet al lang dat er een manier is om daar wat van terug te halen. Nee, want je hebt je eigen aandeel niet, dat is het hele idee. Dus je verkoopt je aandelen juist aan iemand anders omdat je kapitaal wil ophalen. Dus nee, dit gebeurt niet. Ja. Die bedrijven kunnen er niks aan doen. Die hebben geen idee. En die zijn er natuurlijk wel over verbaasd. Want die zien dat hun aandeel van het een op het andere moment tig keer heen en weer gaat. Er is ook geen idee wat er aan de hand is. Ja, totdat je doorhebt dat dit het is. Je ziet het ook in de cijfers met verhandelen, hè, van het aantal aandelen. Je hebt vier kwartalen, zeg maar, in het jaar. In het tweede kwartaal, dat is het zogenaamde dividendseizoen. En dan zie je opeens enorme pieken in de verkoop van bepaalde aandelen. Met name de Duitse aandelen. Ja? Oh, wacht even. Dan komt er een vervolgvraag. Ja, een opmerking. Ik ben 20 jaar geleden bij een lezing geweest vanuit een beursinstelling. Daar hadden ze software in gebruik genomen. En met die software konden zij ontdekken wie er dingen deed die niet de bedoeling zijn om op de beurs te doen. En ik heb daar een opmerking geplaatst. En dat was aan de hand van het verhaal. Ik zeg, meneer, u kunt die software wel in gebruik nemen, maar houd er rekening mee. Die vindt uitsluitend wat u hem zegt dat hij moet zoeken. Want in die tijd zeker was die software nog niet zo slim om zelf te gaan bedenken op een, hoe heet dat, artificial intelligence manier. Van we gaan het hier zoeken of we gaan het daar zoeken. Maar met andere woorden, dat is eigenlijk wat ik met mijn opmerking bedoel. Dat soort software hebben zij in gebruik. Dus je kan de beurzen gewoon meenemen. Die weet hier ook van.
Ja, nou ja, het is heel duidelijk dat daar heb je hebt zelfs helemaal geen software nodig. Want er zijn plekken binnen een bank, met name de clearing bank en custody, dat is het bewaarbedrijf, daar, die bewaren de aandelen. En dat zo'n onderdeel, dat valt ook meestal onder de clearing bank. Die hebben perfect zicht op die transacties. Die zien dus precies in dat dividendseizoen hoe dat loopt, hoe lang die aandelen op welk moment in bezit zijn, wie erachter zit, hoe die posities worden ingenomen. Die zien dat spel, die zien de kaart op tafel liggen en die weten wat er aan de hand is. Dus die mensen die daar het management hebben en die hebben volledig kennis van het spel wat er gespeeld wordt. En die sturen daar ook die vragen ook een vergoeding. En die vragen daar ook een forse vergoeding. Dus die clearing banks doen mee in dat spel. Dus als je dan inderdaad zo'n grote krediet verschaft, wat een clearing bank ook kan doen, dan ga je natuurlijk daar natuurlijk wel iets meer voor vragen. En dan praat je echt over miljoenen. En dat is iets anders dan zeg maar een hele flinterdunne marge die je normaal gesproken maakt. Laatste vragen over dit gedeelte. Ja, er zijn mensen om het leven gebracht voor kleinere bedragen dan een miljoentje. Jullie hebben het over forse bedragen. Wat is nu precies het verschil? Heb je nooit het gevoel van, zal mijn remleiding nog wel goed zijn vanavond en zo? Speelt dat helemaal geen rol? Nou, ik heb het voordeel dat deze twee heren bezitten geen auto. Hij heeft zelfs geen rijbewijs. Dus hij zal misschien op zijn fiets moeten letten. Je kan altijd iemand aanrijden. Maar ik ben inderdaad in het bezit van een auto. Nee. En wat het gevoel sterkt, ik besef heel goed wat u zegt. En daar heb ik me ook wel eens vaker in het leven wel eens over nagedacht. Van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En levert dat misschien gevaar op? Ik ben niet paranoïde ingesteld. En ik ga ervan uit dat dat niet kan. En ik denk, en we worden hier juist ook gesterkt door onze internationale samenwerking ook. We zijn met 37 man en vrouw. Met 19 verschillende nieuwsorganisaties. Variërend van Le Monde, Die Zeit, Reuters enzovoort. Dus op het moment dat je er één pakt, dan pak je ons allemaal. Hè. Dus dat is niet zomaar. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen om in dit geval. Oké, heren. We verhuizen even naar deze tafel. Gaan jullie mee? Oh ja, oké. Naar de staattafels, sure. Want dan kan ik ook Arnold Merkies in Johan Graafland uitnodigen. Kom naar voren. Nee, jullie houden je eigen microfoon en deze microfoons zijn voor jullie. Applaus, mensen. Ik heb jullie even recht. Frederik, waar moet ik gaan staan? Dat is wel heel braaf. Nou, ga jij dan maar tussen deze twee heren in. Ik moet er tussenin. Nou, weet je, ik ga hier wel naast. Of hier, dat mag ook. Hier mag ook. Dan komen we bij het gedeelte. Hoe is dit in godsnaam allemaal mogelijk? U bent de hoogleraar ethiek. Hoe moedeloos wordt u van dit dossier? Ja, die vraag werd me dus voorgelegd van wat moet je hier nou van vinden. Dat was in die zin een lastige vraag. Omdat iedereen kan je natuurlijk vertellen dat uit de ethiek dit onvoorstelbaar slechte zaak is. Dus wat moet ik daar verder aan toevoegen? Je kan enerzijds zeggen, dit heeft vanuit een verdelingsperspectief is het heel slecht. Want het zijn vooral rijken die dit soort mogelijkheden aanwenden. En daarmee niet alleen hun belastingdruk verlagen, maar zelfs de overheid armer maken en daarmee de belastingdruk verschuiven naar andere groepen die niet dit kunnen doen. Dus dat is, je ziet eigenlijk dat rijke mensen toch vaak meer mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verminderen. Terwijl het draagkrachtprincipe nou juist zegt, laat nou de sterkste schouders ook het meeste bijdragen. En ook vanuit een gevolgenethiek, dit is meer een rechtvaardigheidsethiek, maar vanuit een gevolgenethiek moet je ook zeggen dat als dit soort zaken bekend worden, breed bekend worden, dat toch ook heel schadelijk is voor het vertrouwen wat de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde Duitser heeft. En wij weten allemaal uit onderzoek dat vertrouwen van een heel groot belang is voor een samenleving, voor het goed functioneren van een samenleving en ook voor de economie. Dus ja, ethisch is cum-ex heel duidelijk een buitengewoon schadelijk en verkeerde zaak. En cum-cum ligt natuurlijk wat ingewikkelder.
Ja, en wat misschien dat nog is interessant. Ingewikkeld. Ja. Nu, als het ingewikkeld wordt, vind ik het leuk om een ethicus aan het woord te laten. Ja. Dan zit je in dat grijze gebied. He, dan heb je, he, wat, ik noemde het al eerder, met het regelingetje. De ene heeft het recht om die belasting terug te vorderen, de andere niet. En die andere is toevallig in het bezit van het aandeel. En die ruilt dat. Het is wat je noemt vrouwsleger. Het hoort niet, en toch gebeurt het. En het is ook niet per se illegaal. En daar is het hem nu. Dus als je naar de regel van de wet kijkt. Dus ja, en dat is ook wat al die lui doen. En dat is overigens wat sowieso in fiscaal. In de fiscale wereld allemaal heel gebeurt. Weet je, als het kan, dan gebeurt het. Als het regeltechnisch kan. En er wordt nooit gedacht vanuit de geest van de wet. Daar is het juist voor u volgens mij het wel interessant gebied. Want dat is waar eigenlijk veel van die fraude plaatsvindt. Ja, nou kijk, je moet natuurlijk inderdaad zeggen, de ethiek is vaak de basis ook voor wetgeving. Hè? Dus je wil je ethische normen wil je organiseren via de wet. Dat is maar beperkt mogelijk, omdat in werkelijkheid vaak complexer is. Maar je hebt toch wel het gegeven aan zich dat als je eenmaal iets via de wet hebt geregeld en je moet je afvragen van wat was nou de bedoeling van de wet, dan hangt dat af van de wetstekst. Het hangt ook af hoe die tot stand gekomen is. En dan kan het toch complex liggen hoe je die bedoeling in een concreet geval moet duiden. Ja, dan zit je weer met rechtsgelijkheid. Dat is ook weer een ethisch beginsel. Dus je moet dan mensen ook weer gelijk behandelen. Dus het maakt, daar is het wel complex, wil ik zeggen. Maar omdat je meerdere ethische normen dan tegen elkaar moet gaan afwegen. Ja, het vervelende is hier dat de wet, de dominante strategie, zoals dat heet, die uit de wet volgt. Dus als je zegt, ik ben een slimme bankier, ik houd me precies aan de wet. En dan is het slimste wat je onder die wet kan doen, is je onethisch gedragen. En dat is de opzet van die wet. Dat is het hele vervelende hier. Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik het ook doen. Het is dus niet de vraag of je de keuze maakt om hier aan mee te doen. Iedereen moet dit doen. Want op het moment dat jij een aandeel hebt en er wordt dividend uitgekeerd en je parkeert dat aandeel even in het thuisland van waar die vennootschap staat, zoals meneer zei, degene die dividend uitkeert. Je hoeft alleen maar dat te doen en dan krijg je al een stukje winst van die komkomtransactie. Het is alsof je gratis je zolder ter beschikking kunt stellen aan iemand die een wietplantage heeft. En er is geen enkele consequentie als je dat doet. Dan krijg je op een gegeven moment dat mensen in de straat gaan zeggen van, verhuur jij je zolder nog niet aan iemand die een wietplantage heeft. En de enige manier om hier vanaf te komen, het is belangrijk dat het aandeel naar zijn eigen thuisland weer teruggaat. Nou, dat is op die manier al te regelen met die derivaatjes enzovoort. De enige manier, als je dit wil killen, je wil het in één keer doen, dus dood in zijn dividendbelasting afschaffen. Daar is je eerste rationele argument om dat te doen. Alleen het problematische is, als je zou toegeven dat je die dividendbelasting wil afschaffen om deze reden, en je bent zelf de overheid die een staatsbank heeft, die zich hiermee bezighoudt. Waarom die het deed? Daar heb je dus een probleem. U denkt dat Rutte daarom die dividendbelasting wilde afschaffen? Het zal meegespeeld hebben. Dit vind ik wel mooi, ja. Maar dat is het eerste rationele argument. Dat gaan we Mark niet aandoen. Nee, te speculatief. Over de rationaliteit van afschaffen van de dividendbelasting. Nee, we hebben een winkel die per jaar 2 miljard netto oplevert op dit moment. En dus als wij ook tegelijkertijd weten dat via de achterdeur er 100 miljoen wordt gepikt, dan is het niet een reden om de hele winkel te sluiten. Dus het is niet rationeel om de dividendbelasting af te schaffen. Die moet je juist in ere houden. Je moet zorgen dat de achterdeur dicht gaat. Ja, en dus ook de bedoeling van de wet proberen die duidelijker te krijgen. En ook in de wetstekst. En dat kan een Tweede Kamer doen. Ja, nou ja, daar ligt een taak. Naast u taak, staat een oud Tweede Kamerlid. Nu van Tax Justice Network. Ja. Maar even terug naar uw functie als Kamerlid. Hoe, als u nu nog in de Kamer zou zitten, wat zou u doen? Nou, dan zou ik denken aan de vorige debatten die we hier over vergelijkbare zaken hebben gehad. Fraude door banken en natuurlijk ook belastingontwijking, daar hebben we het heel veel over gehad. Wat men bij fraude bij banken vaak zei, als er iets, want bijvoorbeeld in 2015, toen dus die hele naar de beurs gaan van ABN AMRO speelde, toen speelde er ook nog dat er een ander fraudegeval was via Dubai.
Er was ook een grote fraudezaak. Ze zouden, althans, het was mogelijk om, je wist het niet zeker, maar ze deden verdoezelende praktijken, waardoor dus bijvoorbeeld witwas kon voorkomen. En, dit was in Dubai met welke bank ook weer? Ook ABN AMRO, dezelfde bank. Ja. Ja. Maar dat is het erge. En dan denk je van, dan zal men toch wat hebben geleerd. En wat men namelijk altijd zegt, daar zijn we in, ja, het was in het buitenland. Net alsof dat van belang is. Het is nog steeds ABN AMRO en je gaat ook over je activiteit in het buitenland. En het was in het, dat hoor je heel vaak, het was in het verleden. Dat heb ik heel vaak gehoord. En dan zeg ik, ja, maar dat is logisch. Want je doet onderzoek en je vindt iets wat in het verleden is. Maar over een paar jaar staan we hier weer. En dan hebben we het over... Cum-Ex. Nou ja, en toen wist ik die naam nog niet. Maar ja, dat is het cynische. En ik heb vaak met bankiers gesproken die zelfs boos werden. Als je zei van, ja, er is nog niet echt iets veranderd. Ja, en dat is niet zo heel erg gek als er elke keer weer nieuwe fraudezaken uitkomen. Want er zou dus nu een fraudezaak kunnen spelen die dus weer over 5 jaar weer uitkomt. Ja. En als je hier kijkt, wat hier eigenlijk ook het schokkende is, is natuurlijk niet alleen maar het feit dat het om een enorm bedrag gaat, 55 miljard, daar kunnen we ons bijna niets bij voorstellen, maar ook het feit dat dat dan blijkbaar 12 jaar lang mogelijk is geweest. Dus het is ook echt een hele lange tijd mogelijk geweest. En de enige manier om daarachter te komen is via klokkenluiders. Hier speelt één man een zeer grote rol, die wordt de insider genoemd. Die man werkte bij een groot advocatenkantoor, internationaal. En die was de rechterhand, meen ik, van de man die dit allemaal gefaciliteerd heeft. Deels bedacht heeft, ja. Deels bedacht heeft en gefaciliteerd voor heel veel banken. En daar hebben we ook een fragment van die insider. All das, was man an Vorurteilen seit der Finanzkrise über Investmentbanker kennt oder vielleicht durch Filme wie Wolf of Wall Street auch mal nach außen gefördert hat, vieles von dem ist Realität. Vieles von dem stimmt. Geld wird dort zu einer abstrakten Größe. Moral hat dort keinen Platz. Wer dort die Moralfrage stellt, wird sofort ausgetauscht, verlässt das Team, hat das Team zu verlassen. Die Leute, die damit viel Geld gemacht haben, ich habe jetzt gerade zwei Banker vor Augen. Der eine, das habe ich mal erlebt, fuhr mit einer Nobelkarosse, mit einem Bentley durch London. Und das Nummernschild, das geht in England, gelb-schwarze Nummernschilder, da können Sie auch Buchstaben nutzen. Der hatte die Buchstaben Cum-Ex als Nummernschild. Und recht berühmt in der Szene wurde dann auch ein weiterer Exzess, dass ein Aktienhändler, der Milliardär wurde, sogar eine Yacht in Dubai mit dem Namen Cum-Ex hatte. Deze man ziet er niet uit als zichzelf, want hij is zodanig gegrimeerd, geschminkt, dat hij onherkenbaar is. Hebben jullie hem wel gezien in het echt? Nee. Dit is een van de kroongetuigen van de officier van justitie in Keulen. Die heeft met ons willen spreken. We weten natuurlijk wie dat is, maar dat is de strengste verboden om te vertellen wie dat is. Deze man is volledig onherkenbaar geschminkt, zoals dat in Hollywood gebeurt. Nou, je ziet natuurlijk al een beetje de geponceerde kin van de man en de lippen. En dus dat is natuurlijk het makkelijkste te doen. Dus die man die ziet er nogal wonderlijk uit. En ook de stem is onherkenbaar gemaakt. Maar wat hij zegt is natuurlijk wel kloppend. Dat is natuurlijk ook om te doen, ook voor de officier, maar ook voor ons, om hem aan het woord te laten. Daar hebben we natuurlijk wel ons best voor gedaan. Deze man die heeft natuurlijk echt over de moraal van deze bankiers die inderdaad in films als Wolf of Wall Street tegenkomt. En dat lijkt dan fictie, maar het is echt waar. Het maakt niet uit hoe die centjes verdiend worden. Het kan, dus doen we het. En even voor de goede orde. Het is niet dat die man opeens tot inkeer is gekomen. Hij moest wel, want er hing een straf van 7 jaar boven zijn hoofd. En daarom is hij gaan praten. Ja, klopt. Het was 7 jaar de bak in, dat kreeg hij al heel snel te horen of gaan praten. En toen heeft hij gekozen voor het laatste. Dus geheel vrijwillig is het ook niet. Het is niet zo dat deze man nu een hele grote moraal heeft. Maar wat ik even, detail misschien, maar ik snap niet, in die wereld weet iedereen toch wie hij is.
waarom moet hij zo'n masker op? Ik bedoel, wij kennen hem niet. Maar die mensen waarmee hij werkte, die weten toch gewoon wie de rechterhand van, hoe heet die man ook weer in Zwitserland? Hanno Berger. Hanno Berger. Dit is een man die is naar Zwitserland gevlucht. Die zit daar nog steeds. Iedereen weet toch wie zijn rechterhand was? Of? Hij is een nieuw bestaan aan het opbouwen. In een bepaald land, zullen land ik zeggen. En in dat land heeft hij een nieuwe praktijkkantoor gesticht. En hij wil niet weten dat het grote publiek weet dat hij die man is. Dat heeft daar meer mee te maken. Oké. Nu snap ik het. Die klokkenluiders zijn dus nodig. Want dit is de enige manier. Want anders sta je om de zoveel jaar in de Tweede Kamer te roepen van ach en wee. Want het is er toch allemaal erg. Ja, dat zie je dus ook bij in feite in al die andere gevallen. Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks. Het waren altijd klokkenluiders. En daar ben je dus van afhankelijk. En met heel veel, vaak kwamen ze in de bak. Soms werden ze achteraf wel vrijgesproken. Maar eigenlijk geldt voor bijna al die klokkenluiders dat ze een hele moeilijke tijd hebben gehad daarna. Dus blijkbaar is het nog steeds, ondanks dat er wordt gezegd, we maken nieuwe regels in Europa. Blijkbaar is het nog steeds niet goed geregeld voor die klokkenluiders. En dan heb je een aantal stappen. Je hebt een klokkenluider. Dan komen de journalisten in beeld. Die brengen er verhalen naar buiten. En dan zegt u, dat is heel mooi. Dat in dit geval Follow the Money dat doet. Maar als er geen consequenties zijn, heeft het eigenlijk meer nadelig effect dan een positief effect. Op onze moraal van belasting betalen. Ja, het is natuurlijk heel goed dat Follow the Money dit doet. Maar tegelijkertijd moet je heel zorgvuldig zijn. En inderdaad proberen het voorbereidend werk zo te doen dat er ook daadwerkelijk in het beleid stappen gezet kunnen worden. Want anders worden we allemaal meer bekend of we krijgen de indruk. Dus je moet het ook niet overdrijven. Je moet het wat low-key, zodat het echt zo reëel mogelijk is. Omdat we niet onnodig misschien te bezorgd raken. En als het echt reëel is, dat het dan, ja, dat hoop je dan. Dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van het beleid. Maar dat er dan ook daadwerkelijk werk van gemaakt wordt. Maar wat bedoelt u met we moeten niet te bezorgd raken? Waarover? Nee, op het moment, wat ik wil aangeven, je moet het heel zorgvuldig en niet te. Ja, je kan je voorstellen van, nou, dat is een mooi verhaal. Daar komen de mensen op af. Laten we dat nou eens even flink neerzetten. Ik zou zeggen, heel goed dat jullie het doen, maar wees zo zorgvuldig mogelijk, zodat dat het niet te groter wordt dan het misschien is. Maar we zijn toch allemaal mensen, en als je dit leest, tenminste dat is mijn ervaring als ik het lees, dan krijg ik ook een beetje zo'n gevoel van, ja zeg, ben ik me een beetje aan al die regels, maar hè, doe ik braaf mijn belastingaangifte. Waarom eigenlijk? Maar kijk, dat is ook het hele punt. Misschien is dat wel leuk om te vertellen. Ik ken meneer Merkies natuurlijk ook, want hij was hiervoor woordvoerder financiën bij de SP. Ik werkte bij Quote in 2008 en 2009, heb ik er een hobby van gemaakt om beleggingsfraudeurs aan te pakken. En gewoon te ontmaskeren. Wat kan, want dat zijn mensen die een bedrijf verkopen dat niet bestaat. En na ongeveer 35 keer, 35 is Palm Invest, Easy Life, dat soort mensen. Na 35 keer had ik door welke truc zij gebruikten. Toen ben ik naar de Tweede Kamer gegaan, heb ik met hem gesproken. Heb ik ook uitgelegd van als je deze wetten nou invoert, dan kun je die fraude definitief voorkomen. Toen zei hij nog van ja, stuur mij het nummer op, want ik ga hem niet kopen. Het is wel de SP. Nee, ik zei het beste. Heb je dat gezegd? Ja, heb ik gezegd. Okay. Heb ik bewaard. Ik dacht, daar ga ik nog een keer mee confronteren. Maar zonder gekheid, die sector heeft toen gelobbyd bij de Tweede Kamer tegen het invoeren van mijn wetten. Een aantal van die mensen waar ik toen artikelen over heb geschreven, die zijn toen de bak in beland. Daar heb ik ze nog bezocht, want als je in de bak belandt heb je geen vrienden. Ik dacht, nou, het minste wat ik kan doen is jou even opzoeken. Ik zie nu dat diezelfde mensen, die komen nu vrij en die herhalen dezelfde fraude, omdat wat ik 10 jaar geleden beschreef nog niet is aangepakt. Ja, en ik wil er graag ook nog wat over zeggen. En dat zijn de manieren waarop je de regels, je kunt de AFM omzeilen. Dat is vrij simpel. De AFM is een tandenloze tijger. Dat is een artikel van 10 jaar geleden. Dat is nog 100% geldig nu. En ik vraag mij dat af waarom we dat niet aanpakken. Het zijn dezelfde mensen die nu dezelfde fraudes weer Maar daar word jij niet moedeloos van, of wel? Als dit nog een keer gebeurt, dus ik ga dan daar nog een keer een hele reeks verhalen over maken. Dan worden ze waarschijnlijk weer bestraft als dat een tweede keer gebeurt. Maar dan ben ik inmiddels zo alweer 50. En dan word ik wel moedeloos. Maar daar zit dus een enorm probleem dat wij heel veel regels maken die tegen elkaar inwerken. Dus bijvoorbeeld met die dividendbelasting. Die regels die zijn ook zo tegenstrijdig en zo gek dat het uitermate simpel is om fraude te plegen.
En dan krijg je dus een sector met vrij weinig moraal inherent. Dus het is vooral de search for yield. Je wil graag heel veel verdienen. Er is geen consequentie. Er zijn nauwelijks opsporingsambtenaren die bijvoorbeeld iemand uit zo'n gebouw trekken. Die, wat Erik beschrijft, die ene keer dat het field het misschien had willen doen, mocht het niet. Moesten ze weer terug een busje in en ABN AMRO met rust laten. Dus onder die omstandigheden blok je het bijna uit, zou ik willen zeggen. Dus dat is het antwoord op de vraag van dit gedeelte. Hoe was dit in godsnaam mogelijk zo dus? Ja, omdat je regels hebt die tegenstrijdig zijn tot elkaar. Ja. Oké, okay, nou ja. En dan kijk eens even, want het is al 9:30. Dan komen we op de vraag van die meneer. En wat nu, Siem? Hoe nu verder? Nou, één punt wat we moeten verbeteren, dat is internationale samenwerking. Want daar hebben we het nog niet over gehad. En dat is natuurlijk het rare, dat zie je in dit dossier. En dat zie je ook bij belastingconstructies. Dit zijn internationale bedrijven die internationaal samenwerken. Dit soort constructies worden met computers, telefoonlijnen binnen een paar minuten opgezet. Toen wij toegang kregen tot dit dossier, toen was ik echt heel benieuwd van, er loopt nu een heel groot onderzoek in Duitsland. Er loopt een heel groot strafrechtelijk onderzoek in Denemarken. De Belgen, die onderzoeken, want die dreigden voor 300 miljoen het schip in te gaan. Op dat moment verwacht je dat de opsporingsdiensten, net als wij als journalisten, ook bijeenkomen. In Europol, in Eurojust, dat er één groot team wordt gezet. En dat dit soort dingen, een werkgroep wordt opgezet, een Europese werkgroep, om dit te bestrijden. Niks. In het dossier treffen we twee werkgroepen aan. In de ene zitten de Denen, de Duitsers, de Belgen en de Amerikanen doen mee aan de zijkant. Dan is nog een ander klein werkgroepje opgetuigd, zitten ook twee landen in. Maar je verwacht toch op zo'n moment dat al die Europese landen die zijn aangesloten bij Europol en Eurojust, dat die toch bij elkaar komen. Maar dat vertelde u mij van tevoren, meneer Merkies. Dat je zou inderdaad denken dat dat soort mensen met elkaar praten, maar dat gebeurt op meerdere vlakken niet. Want u bent bezig met het opzetten van een netwerk. Oh, ja, dat is een leuk bruggetje. Ja. Ik zet inderdaad ook een netwerk op van parlementariërs in Europa die zich bezighouden met aanpak belastingontwijking. Dat is, men kent elkaar daar ook niet. En dat is natuurlijk een probleem, want het is een internationaal fenomeen. En de debatten die worden gevoerd in alle, overal zijn hetzelfde. En dat zie je maar in feite u nu daar ook eerst nog wel verbaasd over, of niet? Dat men elkaar niet. Ja, ja. De debatten zijn, dat beseffen we ons altijd heel weinig. Debatten zijn heel erg nationaal georiënteerd. En wij hebben natuurlijk het debat gehad over de dividendbelasting. Dat kan iedereen zich nog herinneren. En in andere landen hebben ze daar helemaal niet over. En terwijl toch is het belangrijk dat zij ook van ons leren. Want het zou natuurlijk best kunnen zijn dat daar nu vervolgens een regering in een ander land zegt van we moeten het afschaffen. Want wij moeten de hoofdkantoren naar ons toetrekken en alle argumenten waar Rutte mee aankwam. En ja, inderdaad, als je het afschaft, dan heb je gelijk. Dan heb je geen belastingontwijking of ontduiking. Maar dat geldt in het algemeen natuurlijk voor belasting. Als je alle belastingen afschaft, dan heb je helemaal geen. Een hele korte nuance van wat ik net noemde. Het probleem ontstaat. Dus als je het aandeel verplaatst, kun je al dividendbelasting ontwijken. Ik zeg niet dat Nederland eenzijdig dividendbelasting moet afschaffen. Maar je kunt je afvragen of je dat niet met het hele collectief moet doen. Dus ik ben tegen het idee van Rutte, omdat hij. Ja, hij stopt met roken in een rookruimte. Dus hij wil het afschaffen. Je af moet schaffen als je met elkaar overeenkomt om een bepaald percentage de belasting te heffen. En dat je afspreekt het niet met agressief met elkaar te concurreren. Ja. Op het voordeliger te maken. Ja, en om regelgeving voordeliger te maken. En dat is nu juist, wij zijn Nederlanders. Wij doen ons voor als hele goedmoedige mensen. Maar we zijn in wezen knijterend agressief als het gaat om fiscale maatregelen te treffen. Bijna meer dan ook in Europa. Dus en dat maakt het eigenlijk dat wij, het is ook logisch, een handelsnatie enzovoort enzovoort. Maar daar zouden we echt een paar stapjes terug kunnen nemen. Ja. Over nu al vragen. Ja, er zijn vragen. Goedenavond, ik heb Paul Ruiskom uit Scheveningen en daar zeggen ze de vis begint te stinken bij de kop. Het verbaast me dat van jullie drie, Siem en met Erik met name, die moeten toch twee indringende ervaringen gehad hebben. Siem, ik herinner jou aan de tijd dat je in 2013 voor het Financieel Dagblad een groot artikel schreef over rechters die redelijk massaal nog steeds hun nevenfuncties verzwijgen. Terwijl er een hele simpele wet is die gewoon zegt, die moet je opgeven. Daar zit geen woord Latijn bij.
En ik kan je nog zeggen, deze zomer nog ben ik er weer 12 tegengekomen die dat nog steeds doen. Koem-nevenfunctie. Precies. En vervolgens kom ik, ja, en vervolgens kom ik bij Erik uit. Als geen ander in dit lokaal moet hij, als ik de naam Eddie de Kroes noemt, dan weet hij waar ik het over heb. Wat daar gebeurd is op moraliteit en ethiek gebied, met die ervaring die je weet wat er gebeurd is, hoe kan je nog enig vertrouwen hebben in dat het in het vervolg beter? Ik zal het even duiden. Ik ben net als Arno ben ik ooit werkzaam geweest voor het tijdschrift Quote. En ik heb in 2003 een verhaal geschreven. Het ging over een Wassenaarse vastgoedmeneer. Die heette Eddie de Kroes. En die komt uit een slagersfamilie. En in de tijd dat hij onderdeel uitmaakte van die familie, pleegde die slagersfamilie grootschalig btw-fraude. Dat is in de jaren 80 is dat aan het licht gekomen. Eddie die werd naar voren geschoven als de oudste zoon. Die werd een soort van de zondebok. En die kreeg 2 jaar gevangenisstraf aan zijn mik. Die moest zitten. Dat is onvoorwaardelijk. En ik hoorde daar de geruchten over, om een lang verhaal kort te maken. Die man had geen dag gezeten, want die liep in zijn binnenzak al 16 jaar rond met een formuliertje waar een handtekening van een officier van justitie onder stond. Van als u bij een douane of politie wordt aangehouden en ze checken u, dan kunt u altijd dit briefje laten zien dat u niet hoeft te zitten. En dit was inderdaad een keihard voorbeeld van wat je noemt klassejustitie. En daarvan is in feite de onderste steen nog nooit boven gekomen. Dus op zich herinnert mij eraan dat het nog veel. Het verontrustende daaraan vind ik, dit was niet het initiatief van die ene officier van justitie die toevallig wel of niet kende. Dit werd tot op het hoogste niveau werd dit afgedekt. De Hoge Raad die had hem uiteindelijk het laatste woord juridisch erin. Die werd compleet opzij gezet als niet irrelevant. Als dat in Nederland gebeurt, zonder dat je zegt het net de onderste steen boven komt. Het parlement heeft geen vraag gesteld. Er zijn geen voorpagina berichten geweest. Niets. Jij hebt erover geschreven. Dat is niet waar. En Peter. We dwalen nu wel iets te ver af naar meneer Kroes. 1, 2, 3, 4 vragen ga ik doen. In de eerste plaats vind ik het bewonderenswaardig met welk uithoudingsvermogen dit allemaal bereikt is tot zover. En nou de stand van zaken. Er is een boel bereikt, maar wat kunnen we verwachten? Is dit cum-ex gebeuren nou definitief gestopt? Zijn de financiële instellingen wat dat betreft lamgelegd? Is het zo bekend geworden dat niemand er meer durft aan te beginnen? Of gaat dit langs allerlei sluipwegen toch nog door? Dat laatste. Onze collega's van de Duitse televisie die hebben zich undercover voorgedaan. Dat zit in een documentaire. Die hebben zich undercover voorgedaan en gemeld bij een handelaar in Londen. En die zeiden dat zij een aardig familievermogen te investeren hadden. En die wilden dat via, die wilden behoorlijk rendement hebben. En deze man die begon allerlei heel ingewikkelde transacties voor te schotelen. Waarbij die mensen zeiden, ja, maar dit is toch een soort commercie. Wordt de Belastingdienst toch voor benadeeld? Ja, klopt. Dus de belasting zit daar te slapen? Ja, kijk, hoe goed je een wet ook maakt. Iedere wet die je maakt heeft mazen. En dit zijn hoogopgeleide, goed betaalde, hele slimme, ik wil zeggen jongens en meisjes, maar 99,9% zijn het jongens, die niks anders doen dan die mazen in de nieuwe wet weer te ontduiken. Ik begreep dat koem-koem, dat nog misschien legaal genoemd kon worden. Maar je kan het wel fraudeleus noemen. Maar koem-ex, nog steeds crimineel. Mazen dus. Ja, het is beide crimineel gewoon. Ja, jullie hadden het over de ethiek van koem-koem en de dividendbelasting. En daarbij vroeg ik me af of de huidige inkomsten van de dividendbelasting niet eigenlijk ook tegen de geest van de wet ingaan. In de zin van dat voor zover ik weet het dividendbelasting in principe natuurlijk voorbelasting op vermogen is die wegvalt door het forfaitaire rendement. Op je inkomen. En dat het inkomen bij de buitenlandse aandeelhouder nu vooral komt uit de verdragen, uit de omschrijving in verdragen, de grond daarvan, die juist bedoeld zijn om een dubbele belasting te voorkomen. Dat is hoe de titel van de verdragen. Er zijn talloze verdragen gemaakt om dat te voorkomen dat die dubbele belasting dan ook geheven wordt. Dus dat is om te beginnen. Voor een ongelooflijk groot deel is dat al lang afgedekt, moreel gezien. Dus, en kijk, maar het is goed dat je het aanraakt hoor. Want die dividendbelasting, het is belasting op een bezit van een aandeel, op een vermogen. En dat mag dan wel bij het inkomen opgeteld worden. Maar het is in feite rendement. En laten we nou wel zien dat we met name, en dat heeft natuurlijk de afgelopen jaren, natuurlijk zijn er vele discussies over geweest, over toenemende ongelijkheid. En dat zit hem in vermogen.
vermogensongelijkheid. En niet in inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid. En die neemt maar toe en toe. En dit is een van de grote, je kunt zeggen, problemen van deze tijd. Dat wij mechanismen in werking moeten stellen om die voortschrijdende ongelijkheid af te remmen, steekuur terug te brengen. En daar is zeker dividendbelasting een instrument voor. Maar er moet nog harder ingegrepen worden. En dan zit die mevrouw van de SP in de zaal. Niet dat ik dat ben hoor, ik ben een VVD'er van oorsprong. Maar ik zeg, doe u vooral uw best. Van oorsprong, en waar zit je nu dan? Ik ben dakloos thans. Oké. Hier is ook nog een vraag. Ja, om het even in perspectief te stellen wat voor schaal we het over hebben. Ik hoorde de getallen 55 miljard en 180.000 documenten. De volgende keer als jullie weer een document erbij pakken, besef dan dat die meer dan 3 ton waard is in dit gele schaal. Kijk, dus dat is een leuke motivatie. Ja. En daarbij, ik hoorde al zeggen, dit staat niet op zichzelf. Hè. Dat is ook de Libor-fraude en het zijn veel meer van dit soort zaken. Dat komt toch voort uit het systeemdenken van er moet steeds meer winst gemaakt worden. Dan krijg je toch dit soort excessen. Dit is niet het laatste, er gaan toch veel meer komen. Nou, dat lijkt me een vraag voor de ethicus. Dat heeft mij ook verbaasd dat ABN AMRO, Rabo, dat ligt dan nog iets anders. Maar, is het systemisch volgens u? Ik heb zelf college gegeven aan studenten die zich voorbereiden om te gaan werken in de financiële sector. En probeerde ik natuurlijk ook de ethiek vooral. Het lastige is inderdaad dat de cultuur, ken ik zo, is. En dat er dus enorme stappen nog gemaakt moeten worden, denk ik, binnen bankwezen om die ethiek werkelijk echt gestalte te geven. Ik denk, je zou zeggen, in bankwezen is juist die ethiek zo hard nodig, omdat daar met geld gewerkt wordt. En dus, geld is natuurlijk van levensgroot belang voor onze samenleving. En dus, zou je zeggen, heb je juist meer verantwoordelijkheid. Maar de verleiding is extra groot. En ik heb zelf de indruk dat er een soort zelfselectie dan plaatsvindt. En mensen die voor het bankwezen kiezen, die kiezen ook voor een carrière om veel geld te verdienen. En ethiek is dan toch iets wat gauw geparkeerd wordt, omdat het soft is. Omdat ik sprak nog ter voorbereiding van dit gesprek. Of zoals die meneer zei, de insider, als je het daarover hebt, wordt eruit gemieterd. Ja, nou, het gaat mij even om de mensen die kennelijk dit inderdaad doen. Ik sprak dus ter voorbereiding van deze avond ook iemand die ik goed ken. En die er trots op was dat die had een hele, ook met een miljarden deal van bedrijven gewerkt. En dat hij in staat was geweest om rente 3 keer af te trekken in het ene land, in een ander land en in nog een land. En dat helemaal volgens de regels was. En ik vroeg hem natuurlijk van ja, maar hoe kun je dat nou ethisch dan verantwoorden? Hij zei ja, ethiek. Punt is dan, wat moet ik daarmee? Maar het is ook heel onduidelijk, want wat de een die vindt dat en de ander vindt dat. En het wordt een heel onduidelijk spel. En ja, als je nou de wet hebt, dan weet je tenminste precies wat je moet doen. Zit hier iemand achterin nee te schudden bij dit verhaal? Nee, ik had een andere vraag. Het is een geweldige uitdaging als je inderdaad vanuit het doel van de wet en ook natuurlijk nadenkt vanuit van wat dragen wij nou als banken, is dienstverlenend, wat verlenen wij aan diensten aan de samenleving als je zo als bankier in het leven staat. Ik heb er één aardige anekdote over vertellen. Ik stond 1,5 maand geleden in een zaal met een CFO van Enron. En dat bedrijf kennen jullie nogal waarschijnlijk. Dat is het bedrijf wat begin van deze eeuw in opspraak kwam door allerlei handige constructies die inderdaad buitengewoon frauduleus bleken te zijn. En dat bedrijf ging ten onder en trok daarmee een groot accountantskantoor mee in zijn kielzog mee. Net als Arthur Andersen. En deze CFO die heeft 6 jaar in de bak gezeten en die zei het ook, want ik heb allemaal dingen gedaan en die klopte. Het was handig en ik was een rules user, zoals je dit mooi formuleerde. Maar uiteindelijk, en dat was de slotconclusie, had hij zichzelf nooit afgevraagd, deugt het ook? Klopt het ook? Dat is de enige vraag die hij zich nooit had afgesteld had. En hij had alleen maar de vraag gesteld van,
Kan het? Is het volgens de wet mogelijk, een regeltje? En toen het allemaal geregeld had, was het allemaal hartstikke elegant. Dat zie je ook in die documentaire waar die insider spreekt. Die zegt ook, toen ik gepakt werd, duurde het een paar maanden voordat ik door had dat ik iets fout had gedaan. Dus dat zegt ook al heel wat. Kom ik even terug bij u, meneer? ABN AMRO heeft dus gefraudeerd. Om welk bedrag gaat dat in totaal, wat jullie kunnen traceren? Dat doe ik even echt een natte vinger. Maar ik heb vooral oog eigenlijk op echt het periode. Kunnen wij wel zien van wat er bij Fortis GSLA zich afspeelde in het begin van deze eeuw. En dat is waar echt destijds heel veel geld verdiend werd. Je kunt het in de jaarrekening daarna niet meer terugzien. Maar toen ging het echt om, laten we zeggen, jaarlijks tussen de 80 en de 120 miljoen euro. Okay, er komen steeds meer handen in de lucht. Maar ik moet u teleurstellen, want we zijn al kwartier over tijd. Dus ik kom nog bij u en ik zag daar nog een hand. Dan kom ik bij u als laatste, sorry. Maar er is zowel een meet and greet met de mensen van Follow the Money beneden. Dus greet vooral. Ja. Greet. Met een D. Ja. Dan kunt u de heren aanklampen, meneer. Even terugkomen op de ethiek. Het verschil tussen ethiek en de juridische afhandeling. Daar zit natuurlijk in het dagelijkse leven een heel groot verschil tussen. En Erik en Sien, die weten dat ik weet ook wie ik ben. En dat is hier. Wie bent u dan? Mijn naam is Jan Meurs. En ik procedeer ook tegen de Rabobank al een jaartje of 10. En uiteindelijk ga ik dat wel winnen. That's the spirit. Ja, het zit hem hier in het probleem dat zo'n Rabobank en zo'n ABN AMRO die beschikken over onnoemelijke hoeveelheden geld en kunnen daarmee de heel veel dure advocaten betalen. Ik moet het in mijn eentje doen en ik neem het op tegen een heel groot advocatenkantoor. En het probleem is, als je heel veel geld hebt in Nederland en veel andere landen, koop je veel recht. Als je geen geld hebt, koop je heel weinig recht. En het probleem is hier, door het heel lang te rekken, uiteindelijk menen ze het altijd te kunnen gaan winnen. En dat is hier het grote probleem. Dus het ethiek is allemaal heel erg leuk. Maar ethiek wordt bevochten door betaalde leugenaars. Want ze mogen met hun cliënten meeliegen in het systeem. Hè. Ze mogen aannemen dat een bepaalde rechtszaken rechtvaardig is in hun ogen. En hoeven ze niemand verantwoording af te leggen. 0,0, ze strijken gewoon tussen de 500 en 1000 euro per uur op en kunnen dat jarenlang volhouden. Dat is het probleem. Maar daar hebben we het net ook al over gehad. Het is heel vervelend. Ik sympathiseer met uw zaak. Maar die advocaten die kunnen gebruik maken van recht dat ze niet zelf hebben gemaakt. Ik kan 30, 40, 50 voorbeelden noemen van situaties waarbij de wet zichzelf in de voet schiet. Ik heb dat voorbeeld van die beleggingsfraude genoemd. Sorry, ik noem heel even kort dat voorbeeld van die koemkoem. Als je het niet doet, verdien je geen geld. Als je het wel doet, ga je niet de bak in. Dat is de tegenstrijdigheid van die dividendbelastingwetgeving. En we hebben ook correspondentie gezien bij de verdachten, waarbij ze een advocaat bellen. En ze betalen die advocaat goed geld. En ze vragen, mag dit volgens het geldende recht? En dan zegt die advocaat, nadat hij een gigantische factuur heeft gestuurd, die advocaat zegt, ja, volgens het geldende recht mag dit. En daar zit het probleem, dat er te veel regels zijn, te veel wetten die tegen elkaar inwerken. En als je dat aanpakt, dan hebben die advocaten ook geen brood meer. Maar het is wel zo dat die advocaten, die kunnen het een bepaalde kant uitbuigen. Hè? Door gewoon heel veel rechtszaken te beginnen. En als je weet hoeveel rechtszaken er wel niet bij het Europese Hof lopen bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk over dividendbelasting. Maar we hebben het ook over eerdere gevallen waar men echt soms gaten van miljarden in de begroting sloeg. Door zaken die werden gewonnen. En dat over het algemeen is dat een bepaalde groep. Dat gaat over het algemeen om belasting op kapitaal. Nou zien we al inderdaad een tendens de afgelopen jaren, eigenlijk al best wel lang, dat kapitaal steeds minder wordt belast. Dat moet natuurlijk ergens worden gecompenseerd, ergens anders. En die rechtszaken, die dragen daaraan bij. Laatste vraag hier in de hoek, vooraan. Ik vind het tot nu toe een hele prettige avond, heel informatief. Alleen, ik wil even zeker weten of ik het hele concept van Koem wel goed snap. Stel, ik woon in het buitenland. Ik heb aandelen, laten we Unilever pakken, is wel zo actueel. Ik weet dat er dividend gaat worden uitgekeerd. Maar ik weet, ja, die dividendbelasting die wordt ingehouden. Die kan ik helaas niet verrekenen met mijn inkomen. Wat jammer. Maar ik heb nog tante Truus in Groningen. Dat is hem. En ik bel Truus op van, wil je die aandelen van me kopen? Ja. En tante Truus neemt met alle plezier het dividend in ontvangst.
kan de dividendbelasting verrekenen. En ik spreek met haar af van, zullen wij die dividendbelasting splitten? Ja, dat is precies wat er gebeurt. Dank u wel. Ja, dat is mijn kleine vraag eraan gekoppeld. Is dat belastingfraude of belastingontwijking? Want belastingfraude is strafbaar, dat is gewoon een foute boel. Belastingontwijking is grijs gebied en daar vinden we allemaal Dit is ook grijs gebied, maar het zou strafbaar moeten zijn. Omdat het tegen een wettelijk principe ingaat. Het is en nu bijvoorbeeld in Duitsland. Maar dan is het meestal ook nog lenen van aandelen, zie je vaak meer het geval ook nog. Hè? Dat verschilt toch nu per land waar het wel strafbaar is en niet? Ja, in Duitsland hebben ze echt, is het wettelijk, in Denemarken, België is het cum-ex, is echt crimineel. Hè? Dat is verboden. En strafbaar nu? Ja. Deze meneer, de heer Haan, hangt dus een minimale straf van 7 jaar boven het hoofd. Dat is ook een fijne hefboom om mee te onderhandelen als je natuurlijk officier van justitie bent. Dat hebben we in Nederland, hebben we dat amper trouwens. In Nederland is dat nog niet het geval, dus het is nog niet echt verboden. Hier hebben we dus ook niet zo last van, dus dat is ook niet zo gek. Maar waar het interessant is natuurlijk het grijze gebied. Hoe gaan we dat scherper stellen? Er moeten goede uitspraken komen. Er moeten goede zaken voor opgetuigd worden. En er moet dus ook over gesproken worden. Over de frauduleuze kant van deze wijze van transacties. Dan ontstaat er vanzelf natuurlijk ook een moraal die uiteindelijk door de rechtspraak uiteindelijk ook een keer overgenomen gaat worden. Zo is mijn verwachting hoeveel althans. Hoeveel artikelen kunnen we nog verwachten, jongens? Heetjes. Nou, tientallen. Ja. Tientallen, oké. Okay. Tot slot de vraag, ik had het aan het begin over de podcast. Wie is er nog geen lid van Follow the Money? Dat zijn er echt maar heel weinig, hè? Ik nodig u van harte uit om lid te worden, want u begrijpt wel dat deze jongens ook wat moeten eten. Sorry, heren. Oh, heren. Sorry, deze heren. Nou ja. Dat bedoelde je. Is het seksistisch of zo? Nou ja, goed. We dwalen helemaal af, jongens. Beneden in de bar gaan wij wat drinken. Wij hopen u ook. Ik weet niet of we er allemaal in passen. Maar daar is dus de meet and greet met Follow the Money. En graag tot een volgende keer. Dankjewel. Ja. Dank je.